Hallo, goedenavond. Mijn naam is Rosa en mij is gevraagd om deze avond te openen en af te sluiten met een lied. En het eerste lied is Nature Boy, wat ik ooit als eerste hoorde van Nat King Cole. En dat ja, meteen eigenlijk prachtig nummer vond. Dus dat wil ik graag voor jullie zingen als opening. En doet a cappella, dus ik heb geen begrip. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very was he. And then one day, one magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing be loved in return. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Dankjewel, Rosa. Rosa Asbreuk. Deze avond gaat over de liefde. Ja. Altijd weer de liefde. Welkom. Ja. Wij zijn Bo Tarenskeen. En Jair Stranders. Wij zijn de initiatiefnemers van Theater Naar de Dam. En vanuit die hoedanigheid hebben we ook deze avond georganiseerd. Het Gesprek voor de Dam, dat doen we sinds een paar jaar. Theater Naar de Dam houdt in dat op 4 mei om 9 uur, dus morgen alweer, in bijna 70 plekken in Nederland, 70 voorstellingen bijna in heel Nederland gelijktijdig spelen om 9 uur, die iets met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dat zijn we 5 jaar geleden begonnen en eigenlijk al vrij snel hadden we de behoefte om de avond daarvoor ook een gesprek te organiseren wat op de een of andere manier thematisch gerelateerd is aan de dodenherdenking en welke vragen dat weer oproept over de actualiteit. Ja. En die actualiteit die dient zich soms aan. Vorig jaar hadden we het over Nederlands-Indië en hoe die geschiedenis doorwerkt bij mensen die hier nu in Nederland wonen. Een paar maanden geleden, toen we voor het eerst met de Bali spraken over waar we het dit jaar over moesten hebben, toen drong zich iets vrij heftig aan, namelijk het oplaaiend antisemitisme in Europa, de antisemitische incidenten. Er is ook weer de laatste weken weer bericht gekomen dat zowel in Duitsland als in Nederland de antisemitisme ook op scholen is gestegen. Dus het aantal incidenten. En dat dachten we moeten het daar echt met elkaar over hebben. Maar niet op een de misschien bekende manier over ISIS en over hoe dat ergens misschien in de islam ingebakken zit of niet, of geopolitiek. Nee, we wilden het eigenlijk veel meer filosofisch, psychologisch, emotioneel, historisch hebben over de werking, hoe het eigenlijk werkt dat je op zo'n manier gaat denken, waar het antisemitisme op die manier vandaan komt en ook in het algemeen het groepsdenken. Daar willen we het vandaag vanavond over hebben, ja, met bijzondere gasten. Met bijzondere gasten inderdaad. We hebben schrijver Mano Bouzamour, Vita van der Dussen, conservatoriumstudenten die 5 jaar in Berlijn heeft gestudeerd, 4. En socioloog en historicus, filosoof Abraham de Zwaan. Ook ervaring als psychoanalytisch psychotherapeut, geloof ik. En psychiater, kinder- en jeugdpsychiater Glenn Helberg. Ook gespecialiseerd in LGBT-problematieken, geloof ik. Ja.
En het interessante is ook dat we hebben geprobeerd ook, dat proberen we eigenlijk elk jaar mensen van verschillende generaties bij elkaar te hebben, omdat we het ook echt belangrijk vinden om het een gesprek tussen generaties te laten zijn. We beginnen met Mano. We hebben gevraagd of hij iets wil voorlezen. Mano is schrijver, is columnist. Hij heeft een boek geschreven, De Belofte van Pisa. Hij is nu bezig aan zijn tweede boek. En je hebt veel plekken waar je je verhaal moet komen vertellen, waaronder hier. Dus aan jou de vloer. Goeiedag allemaal. Ik ga een stuk uit mijn boek voordragen. Mijn hoofdpersoon die komt op een hele witte, rijke, middelbare school te zitten in de Beethovenstraat. En hij komt uit een volksbuurt met Marokkaanse ouders. En dit is zijn eerste schooldag. Op de eerste schooldag wenste ik de rector op het bordes een goeiemorgen. Hij keek me eventjes aan, bestudeerde mijn opgeschoren kapsel en wendde zijn gezicht af. Andere schoolgenootjes gaf hij wel antwoord. Misschien had ik wat harder moeten praten, maar omdat ik aan één oor doof ben, praat ik al wat harder dan de rest. Onze mentor was afwezig. Hij dacht dat hij een week langer zomervakantie had, dus moesten we ons aan elkaar voorstellen zonder klassenhoofd erbij. Veel van de kinderen in mijn klas kenden elkaar al. Ik kende niemand. Het leek alsof al mijn klasgenoten, alle zielen die op de school ronddwaalden, gekloond waren. Je had kakkers en kakkers, veel meer kakkers, nog meer kakkers, andere kakkers en nog wat kakkers. De jongens hadden dezelfde kapsels en praten en bewogen op dezelfde manier. Stijfjes en onverschillig. Ze hadden truien, blouses en t-shirts aan van een raar merk. Op de borst een kleine ruiter die met een stok op zijn paard insloeg. Ik zat naast Alain Leons. We waren de enige jongens met zwart haar. De rest had uiteenlopende varianten van blond haar. Alain was bijzonder. Toen iedereen zich moest voorstellen, zei hij: "Hoi, ik ben Alain. Ik woon in Buitenveldert en ik ben Joods." Joods zijn was ontzettend hip. Bijna al mijn medeleerlingen zeiden dat ze ergens wel een Joodse oma of een Joodse tante hadden. Perfecte gelegenheid om mijn wijsheid te etaleren. Ik stond op en vertelde over de Joodse diaspora. Mijn broer had het me namelijk een keer haarfijn uitgelegd. Het verband tussen de Joodse diaspora en die van de Marokkanen. Maar mijn klasgenoten keken me aan alsof ik gek was. Alain en ik gingen weer zitten. Vol blijdschap heb ik een half uur naar hem zitten staren. Het was een mooi moment. Het was een bijzonder moment. Alain was mijn allereerste Jood. Dat was een luchtig stukje. En ik ga nu verder in het verhaal. Halverwege het boek komt de broer van mijn hoofdpersoon vast te zitten voor een misdaad die hij heeft begaan samen met een van zijn beste vrienden. En tijdens de rechtszaak verraadt die beste vriend hem. En dat is in de straatcultuur is dat het ergste wat je kan doen, je gabber verlinken. En oh ja, een mooi belangrijk detail is, mijn hoofdpersoon die krijgt dan op een gegeven moment van zijn broer die in de gevangenis zit een verjaardagscadeau. En dat is het dagboek van Anne Frank. En daar begin ik mijn boek ook mee met een van haar quotes. Dus ik zou zeggen, koop het boek en lees die quote. De hele zomer bleef ik binnen met dichte gordijnen. Ik voelde mij solidair met mijn broer. Ik was blij als het avond werd, want ik kon slecht tegen daglicht. Het dagboek van Anne Frank las ik een keer of 30 uit. Langzaam begon ik een beetje door te draaien. Ik stelde me gestoorde dingen voor. Het leek op een gegeven moment alsof ik met Anne in het achterhuis ondergedoken zat. Als het avond werd, sloop ook ik op mijn tenen rond en gebruikte ik zo min mogelijk licht. Elke keer als ik het dagboek opnieuw las, hoopte ik dat Anne tegen het einde alsnog de bevrijdingsdag zou beschrijven. Maar elke keer moest ik de realiteit onder ogen zien. Betraand, klote verraders. Op een avond besloot ik iets te doen, in opperste staat van depressiviteit wel te verstaan. Bovenaan de laatste bladzijde van het dagboek schreef ik: "Lieve Kitty." En daaronder beschreef ik bevrijdingsdag voor Anne. Zo kreeg ik het warme gevoel dat ze de Shoah alsnog had overleefd en dat ze nu grijs en oud, maar wel lief. Met de kleinkinderen voor haar deur op het grasveldje van het Merwedeplein zat te picknicken.
Na het picknicken zouden haar kinderen in een cirkeltje om haar heen zitten en zouden de kleinkinderen voor de zoveelste keer vragen naar de getatoeëerde getallen op haar onderarm. Na de oorlog had Anne namelijk samen met Simon Wiesenthal haar verraders opgespoord om hen flink te laten aftuigen door een knokploegpotige marktjoden van het Waterloopplein die na hun werk de Amsterdamse boksscholen bevolkte. En de ramen van de bokszalen in de winterperiode deden gloeien en druipen. De verklikkende tongen werden met brute kracht uit de gillende kelen getrokken om vervolgens met een botslagersmes moeizaam af te worden gezaagd. Na de tongen werden er cijfertjes in de onderarmen gekerfd en daarna zouden ze jubelend paraderen door de straten terwijl ze de lichamen knersend over het asfalt meesleepte, slordige rode sporen achterlatend, Amsterdammers langs de weg, moedigde ze aan als supporters bij een wielerwedstrijd, van de marktkraampjes op het Waterloopplein langs de Stopra, tot over de Blauwbrug die met zijn gietijzeren bogen op een Parijse Seinebrug lijkt. Bij de brugleuning stonden fotoschietende toeristen op hun tenen om een glimp van het broederige tafereel op te vangen. Voorbij de Blauwbrug, langs de Amstel, bij de kleine Comedie en al die flikkerende flikkertentjes tot aan de klingelende klanken van het carillon van de Munttoren, over het Rokin, over de oneffen kinderkopjes op de Dam, waardoor het sleepgeluid even anders klonk als een soort rappe rapkadans. Langs dat nationaal bekende, langwerpige monument dat op de lul van God lijkt. Over het Damrak, langs het Beursplein, waar al die zoetgeurende zegna-maatpakken met hun gepolijste kapsels het land op nog diepere punten brengen dan de metroschachten van de Noord-Zuidlijn. Het eindsprintje naar de drukke, van applaus vervulde hal van het Centraal Station. De trappetjes op naar de winderige perrons, waar uiteindelijk de lillende lichamen van de verraders in koor 1, 2, 3 op het spoor werden gekieperd, alvorens er natuurlijk gulzig beslag werd gelegd op schoeisel, broeken, truien, manchetknopen en bretels van de verraders, want het waren immers marktjoden. In de verte doemden ze op, gele treinen, stipt op tijd, met gillende snelheid, met Hollandse vlaggetjes aan weerszijden, de roterende wielstellen sneden in de lichaam als snijmachines van slagers door het vlees, een ledematenfestijn van wereldklasse. Maar tegen haar kinderen zou Anne zeggen dat ze. Die op pluizige dekentjes om haar heen zaten. Zou Anne grappen dat de cijfertatoeage haar telefoonnummer was. En dat ze in de oorlog had. Tegen haar kinderen en kleinkinderen op het Merwedeplein. Die op pluizige dekentjes om haar heen zaten. Zou Anne grappen dat de cijfertatoeage haar telefoonnummer was. En dat ze die in de oorlog had laten tatoeëren. Voor het geval ze die zou vergeten. Daarna zou ze vertellen dat het allemaal heel weinig had gescheeld of ze zouden niet hebben bestaan. Dat ze zich moesten realiseren hoeveel geluk ze hadden. Dat ze zelf enorm veel geluk had gehad. En terwijl ze dat vertelde, flitsten de geestenbeelden weer voorbij. Als een rolprent die geen einde kent. Ze voelde tranen opwellen. Maar sterk als ze is, glommen haar ogen slechts een beetje. Ze had zichzelf jaren de belofte gedaan dat ze er geen traan meer om zou plengen. Uit innerlijk verzet, het kleine beetje dat ze niet van haar konden afpakken, haar in duizend stukken gereten waardigheid, domineerde ze liever dan zich te laten gaan. Wel, stopte Anne zonder dat ze het doorhad met vertellen en zagen haar kinderen dat ze haar kaakspieren aanspande, waardoor er steeds plechtig twee bobbels aan weerskanten van haar gelaat uitstaken, ritmisch als haar kloppend hart. Opa pakte Anne's hand beet en kneep erin. Beide handen waren geteisterd door ouderdomsvlekken, alsof een kunstschilder met bevlogen halen de vlekjes er met zijn verfkwast op had gesmeten. Opa was een Canadees uit een klein stadje niet ver van de grens van Amerika. Als hij sprak, dan hoorde je, als je goed luisterde, ergens ver weg in zijn baritonachtige stem nog zijn accent. Accentjes vervagen zelden helemaal, net zoals herinneringen. Anne bleek sterker te zijn dan een infanterist. Ze had hem, weliswaar niet zonder slag of stoot, overgehaald om in Amsterdam te blijven wonen. Heel soms grapte ze dat dat een moeilijker opgave was geweest dan die drie verschillende kampen overleven. Haar zus verklaarde haar voor gek. Margot was hals over kop naar Israël geëmigreerd, exact een maand nadat Israël onafhankelijk werd, en was uiteindelijk, ze heeft haar woord gehouden, kraamverzorgster geworden.
En daarna pakte de kinderen Anne's hand en knuffelde ze met z'n allen hun opa en oma tot iemand een grapje maakte dat ze buiten stonden te janken als zuigelingen en ze allen moesten schaterlachen terwijl ze werden gestreeld door de laatste zonnestralen die de bovenste ramen van de zandkleurige huis op het Merwedeplein in hun pupillen weerspiegelden. Op diezelfde plek stond er nu, midden op het Merwedeplein, een bronzen standbeeld van een meisje dat verdomd veel op Anne leek en dat in de ene arm een schooltas omklemde en met de andere hand een koffer vasthield en dus de impressie wekte ergens naartoe te gaan, waarschijnlijk van haar ouderlijk huis aan het Merwedeplein naar het achterhuis aan de Prinsengracht, om daarna Bevrijdingsdag te vieren op de Dam. Daar, tussen al het gejuich en de vrolijkheid, bulderde een kolonne Canadese tanks, de grond trillend als bij een lichte aardbeving. Daar zou de hand van een jonge soldaat Anne op zijn tank hijzen. Zittend op de zijkant van de tank zouden ze zoeven door de Amsterdamse binnenstad. Anne merkte op dat er schelpen in de rupsbanden zaten vastgekleefd en wees ernaar. De jonge soldaat liet de tank stoppen, klom eraf, pakte zijn zakmes waarop zijn dienstnummer gegraveerd was en wrikte wat schelpjes los. Hij maakte er een inkeping in, trok een veter uit zijn legerlaars, reeg de schelpen eraan en bond de schelpenketting om Anne's hals. Met hem zou ze de rest van haar leven doorbrengen. Maar mijn god, wat heb ik toch een bloedhekel aan realiteit. Maar zoals ik al eerder zei, ik was behoorlijk aan het doordraaien. Ik moet blijven staan. Heel even, Mano, dankjewel. Alsjeblieft. Voor je gaat zitten, nog één vraag. Laatst net een interview met jou in de Trouw, waarin je beschreef dat je eigenlijk bent opgegroeid in een antisemitisch milieu, antisemitische omgeving. Totdat jouw oudere broer jou liet kennismaken met het Achterhuis, het werk van Anne Frank. Ja, ik kan nog precies herinneren wanneer dat was. Hij werkte op een boot bij het Centraal Station daarachter. En daar zaten we een weekendje. En op een gegeven moment, hij was zondagochtend vrij en het was stralend zonnig weer en het was ijskoud. En hij wilde altijd dan naar het Anne Frankhuis gaan. Dus ze zeiden, zullen we naar het Anne Frankhuis gaan? Ja, dat is goed. En we waren op de fiets en ik op de stang zittend. En toen gingen we daarheen. En ik vond het behoorlijk indrukwekkend. Hoe oud was je toen? Groep 7, groep 8 of zo. Dus ik zou 10, 11, 12 zijn geweest. 11, 12. En ik kan me ook vooral herinneren, want wij bij ons thuis keken we heel veel films. Vader en moeder kunnen geen Nederlands en niet lezen en niet schrijven. Dus wij waren echt filmfanaten. En ik heb altijd al een enorme fascinatie gehad voor de Tweede Wereldoorlog. Dus we keken altijd heel veel films over de Tweede Wereldoorlog. En ik kan nog herinneren dat mijn broer tegen me zei en me vertelde over de gaskamers en dat Hitler vertelde dat ze lekker mochten douchen en zo. En dat ze daarna gewoon in de val zaten en dat er gas uit die douches kwam. En ik kan nog herinneren dat ik dat als kind aangrijpend vond. En om dan nog even een vraag, want dat... Ja, ik was vroeger behoorlijk antisemitist. Nee, maar niet uit, omdat jij omschrijft ergens dat jij omgeving met vriendjes bij jou in de buurt, dezelfde achtergrond hebben, dat daar eigenlijk heel anders naar de Joden werd gekeken. Ja, een klein leuk verhaaltje. We speelden heel veel voetbal op het Hendrik de Keizerplein in de Pijp, daar ben ik opgegroeid. En Anna, als de grote jongens voetbalden, allemaal Marokkaanse jongens, als ze dan aan het voetballen waren en ze scoorden een goal, dan gingen ze ineens dat vieren in een formatie, weet je wel, heel heldhaftig, de Hitlergroet brengend. En dat vonden wij kids zo cool, weet je wel, dat die grote jongens dat deden, maar wij wisten natuurlijk helemaal geen fuck wat een Hitlergroet was of wat het betekende en waar het voor stond. Dus de volgende dag als wij gingen voetballen, deden we die grote jongens na. En je had zo'n klimrek, weet je wel, zo'n bankje met zo'n dakje erop. En daar stonden allemaal van die leuzen, weet je wel. Hamas, Joden aan het gas en allemaal antisemitische dingen. En dat vonden we heel normaal eigenlijk. En dat, daar kwam dus eigenlijk verandering in toen ik op het lyceum zat. En ook gewoon Joodse jongens naast me zaten, weet je wel. Dus ik dacht, godverdomme, we zitten Jood. Maar was dat is nog even, misschien het laatste, maar was dat dan iets, omdat daarvoor bij wijze van spreken, ik weet niet of ik nu te veel invul, maar nee. Ik kan me dan voorstellen, de Joden, dat is zoiets waar dan op die manier over gesproken werd, zoals bij die spelletjes, of daar werd op die manier, dus Hamas, Joden. Maar het was gewoon, ja. Het maar was, dat,
veranderde dat op dat moment ook jouw identiteit? Op het moment dat je een ander beeld ging krijgen van Zeker, Beyond. Zeker. Want op een gegeven moment bleken Alain en ik, die ken ik nog heel goed en we sporten samen. En ik heb inmiddels heel veel Joodse vrienden. Nee, zeker veranderde dat. Op een gegeven moment, ja, ik zat bij hem in de klas en met gym waren we allebei heel goed met voetbal, dus we vulden elkaar goed aan. Hij bleek een enorme fan te zijn van Ajax, net zoals ik. Hij had Ajax seizoenskaarten, dus hij vroeg me mee. En op een gegeven moment dacht ik, verrek man, die gozer is eigenlijk, we hebben eigenlijk dezelfde belangstelling voor veel dingen. En zo raar zijn Joden eigenlijk niet, weet je wel. Dat kwam echt op die middelbare school. En nou, het schrijven en het lezen, daarna heeft me natuurlijk ook ontwikkeld, ook in mijn eigen denken. En ik heb me losgemaakt van een bepaald soort groepsdenken, waarin het heel normaal was dat Joden fout en verkeerd zijn. En rijken, dat ze de wereld domineren en zo, weet je wel. Ze domineren de Bali. En, nee, maar dat een beetje. Ja, goed. Dankjewel. Je komt straks weer hier terug, yes. Maar dank je voor nu. Dank je. Applaus. Dan geven we nu graag de vloer aan Vita von der Dussen. Ja, goedenavond. Ik ben Vita. En mij werd gevraagd om kort wat te vertellen over hoe het nou is om als middelbare scholier in Duitsland op school te zitten. Ik ben op mijn 16e naar Berlijn verhuisd, waar mijn vader woonde. Dus ja, het belangrijkste deel van mijn puberteit was toch daar. En ja, hoe is het nou om in het Duits les te krijgen over de Tweede Wereldoorlog? De eerste paar jaar zat ik in Den Haag op school en ik had de belangrijkste dingen wel geleerd. En vervolgens verhuisde ik naar Berlijn en dan hoor je het opeens van een totaal andere kant natuurlijk. Mijn vader had een Israëlische vriendin een tijd. Daardoor ben ik wel altijd veel met Jodendom in aanraking geweest. En ik ging regelmatig mee naar de synagoge. We kookten Joods. Ik ben naar Israël geweest. Dus ja, ik identificeerde me daar ook wel ook erg veel mee. Dus wat dat betreft was het nog aparter om onderwijs op die manier te ervaren. Ik heb nooit direct antisemitisme meegemaakt. Ook niet met haar, met mijn vader. Maar wel absoluut in gesprekken met klasgenoten ervaren hoe gevoelig dat allemaal nog steeds ligt, zelfs bij mijn generatie dus, wat de derde generatie is. Ik was 16, ik verhuisde naar Berlijn en ik moest naar school. Ik sprak nog niet echt veel Duits, dus middelbare schoolkeuze, dat was toch een beetje ingewikkeld. We zijn bij een internationale school geweest, maar ja, kostte €25.000 per semester, dus werd hem niet. Verder zijn we nog bij het Jüdisches Gymnasium geweest. Dit is hem niet geworden, om een paar verschillende redenen. Ja, we kwamen er binnen in het gebouw, een prachtig gebouw. Einstein heeft er zelfs nog op school gezeten. Maar er stonden enorme hekken omheen, overal camera's, door de hele straat. Iedere dag politie. Je moest door beveiligingspoortjes. Het werd helemaal gecheckt. Tassen werden gecheckt voordat je überhaupt naar binnen mocht. Wat sowieso bij elk Joods instituut in Duitsland zo is. Bij een synagogedienst is de hele straat afgezet. Maar goed, dus wij kwamen daar binnen en hadden al meteen een beetje een onbestemd gevoel. Het was allemaal zo wantrouwig. En ja, vervolgens hoorden we dat ouders op ouderavonden les krijgen in hoe je kunt herkennen of iemand een bom bij zich draagt. En wij dachten, nou is dat niet een beetje overdreven, maar is dat niet? Werd ook door veel mensen gezegd, ja, dat is de Joodse paranoia. Joden die denken altijd dat er overal gevaar heerst, wat volkomen overdreven is. Maar vervolgens horen we wel van ouders, van leerlingen van die school, dat er daadwerkelijk bommeldingen zijn, dat er daadwerkelijk dreigingen zijn. En
het is gewoon niet overdreven. Dus dat, ja, dat vonden we toch allemaal wel erg heftig. Dus toch maar niet. Uiteindelijk ben ik naar het John Lennon Gymnasium gegaan. Het was een openbaar gymnasium in het centrum. En nou, ik studeer nu klassiek zang. En zong toen ook al en speelde viool. Dus ja, een school die John Lennon Gymnasium heet, dat was toch wel duidelijk, dat wordt hem. Hier heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. Maar ja, bij mijn eerste les, in de eerste paar maanden, merkte ik eigenlijk al hoeveel er over de Tweede Wereldoorlog onderwezen werd. Bij bijna ieder vak. Bijvoorbeeld bij Duits hadden we het over der Vorleser, de reader van Bernhard Schlink. En ontstonden verhitte discussies over ja, in hoeverre iemand voor altijd een slecht persoon is als hij één keer een hele slechte daad verricht. En dit was sowieso in iedere les eigenlijk zo. Er waren veel meer dan in Nederland discussies tijdens de les over onderwerpen in plaats van dat je feiten voorgeschoteld krijgt. En Duitse jongeren zijn sowieso, die hebben een veel, veel groter politiek bewustzijn. Wat me logisch lijkt na de Koude Oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Maar er wordt erg veel bij bijna elk vak gediscussieerd. Bij bijvoorbeeld politiekwissenschaften, dus maatschappijleer, werd er over het Palestijnse conflict gepraat. En mijn klasgenoten hadden hele felle meningen. In Berlijn, ik weet niet precies hoe het verder in Duitsland is, maar in Berlijn zijn jongeren over het algemeen erg links. Je hebt de extreem linkse autonomen. Maar gewoon, ja, ik zat een beetje op een juppenschool in het centrum. Maar dat was ook daar, jongeren waren erg links georiënteerd. We hadden erg felle meningen en ja, kritiek aan staat de politiek van Israël veranderde wel erg snel in kritiek op Joden in het algemeen. Dat merkte ik meteen. Er werd ook erg vaak gezegd dat dat de term antisemitisme door de Joden, dat werd door mijn klasgenoten gezegd, door de Joden erg vaak misbruikt werd om politieke debatten te stoppen. Want ja, volgens hen vinden Joden dan meteen dat iemand antisemitisch is. Dit kwam heel vaak voor. Een anti-Zionisme, dat was erg populair. Iedereen was erg pro-Palestijns en toch wel erg tegen de politiek van Israël. Maar goed, dat veranderde dus te snel in de kritiek aan Joden in het algemeen. En ook gewoon de Joden in Duitsland, die daar in feite absoluut niks mee te maken hebben. Verder, bijvoorbeeld bij muziek. Ik had 5 uur per week muziek op de middelbare school daar. Ik raad het iedereen aan om naar Berlijn te verhuizen. Kwam Wagner ter sprake, die antisemitisch was. Wat heeft hij nou gezegd? Oh ja, Joden zijn als wormen. En hier ontstond ook een discussie over. Namelijk over Daniel Barenboim. Dat is een dirigent die met zijn orkest Wagner in Israël heeft uitgevoerd. En hier was erg veel kritiek vanuit Joodse hoek op. En mijn klasgenoten die vonden dit toch wel heel overdreven. Die vonden dat
muziek en het leven van een componist absoluut gescheiden gehouden moest worden. En dat dit toch wel weer heel overdreven was van die Joden. Dus leraren zelf waren wel erg objectief. En er was veel discussie over hoe een oorlog, hoe de Holocaust zou kunnen zijn ontstaan. Maar goed, de meningen van mijn klasgenoten waren vrij fel. Maar eigenlijk kun je ze toch in twee groepen verdelen. De ene groep waren dus deze erg linkse, pro-Palestijnse jongeren. Die de oorlog absoluut zat zijn. De hele discussie. Ze vinden, wij worden nog steeds met een schuldgevoel opgezadeld. Terwijl wij een derde generatie zijn. We hebben hier absoluut niets mee te maken. Onze ouders al niet. En onze grootouders, nee, het waren de buren die de SS'ers waren. Mijn opa en oma echt niet. Zij zijn het helemaal zat om er überhaupt nog over te praten. Voelen zich gewoon niet meer zo verantwoordelijk voor. En willen niet meer altijd serieus moeten kijken en de zondebok spelen. Aan de andere kant heb je de jongeren die eigenlijk het woord Joods of Jodendom niet eens durven uitspreken. Die zijn zo voorzichtig en bang. Daar durven ze het eigenlijk niet eens over te hebben. Maar wat ik nog wel wel interessant vond, was dat in Duitsland je bent niet Jüdisch, je bent niet Joods, maar je bent Jude of Judin. Je bent Jood of Jodin en niet Joods. En dat vind ik toch wel, het staat eigenlijk in mijn ogen toch wel voor hoe er ook naar Joden gekeken wordt daar. Het is meteen je hele zijn. Het is niet, je bent die en die en je bent ondertussen ook nog Joods, maar je bent een Jood genaamd die en die. Dat gebeurt volgens mij heel, heel onbewust. Maar het is toch zo, het is nog zo beladen dat het woord Joods, dat betekent al zoveel. En dat zo word je dan ook meteen gezien. Dat ben jij. In plaats van de persoon die ook nog Joods is. Nou ja, dit zijn eigenlijk mijn belangrijkste ervaringen op de middelbare school. Ik hoop dat het een beetje een duidelijk beeld geeft. Bedankt. Blijf maar even staan. Dit is heel spannend. Eigenlijk heel spannend om te horen, zo'n inkijkje. Van een Nederlander hier opgegroeid, maar dan even een paar jaar daar. Dat is eigenlijk heel interessant. Ja, terwijl ik altijd zo'n beeld heb van Duitsers als overdreven politiek correct. Ja. En dan is het heel grappig om te horen dat de derde generatie, en als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik, misschien vul ik dan ook weer te veel in, bij wijze van puberteit zich tegen dat gaat afzetten. En dus allemaal antisemitische dingen gaan. Ja, want dat was iets dat ik me afvroeg. Je had het over de leraren die jouw gevoel eigenlijk vrij objectief waren. Mm-hmm. Hoe gingen die daarmee om als er dat soort discussies waren in de klas? Werd dat terecht gewezen? Mocht je dat echt niet zeggen? Of mocht je niet dat soort kritiek uiten? Nou, nee, er waren toch wel gewoon felle discussies. En dat werd ook eigenlijk wel goedgekeurd. Dat was, het is gewoon goed om een politieke mening te vormen. En natuurlijk als het te extreem wordt, dan wordt er natuurlijk wel wat van gezegd. Maar heb je dat wel eens meegemaakt? Dat het zo extreem werd dat een docent dacht, wacht, ik moet iets... Nee, ik heb wel zelf een keer wat gezegd. Als iemand... Ja, toen was er een discussie over de politiek van Israël. En de Joden... Juist de Joden zouden toch beter moeten weten. Dat ging op een gegeven moment erg ver. En toen heb ik ook gezegd van ik ben in Israël geweest. En ik dacht, dan kan ik een eigen mening vormen van hoe het daar nou allemaal is. En hoe het allemaal zit. En ik kwam terug en het was eigenlijk juist, het werd me duidelijk dat ik absoluut geen mening kan hebben. Omdat er zoveel kanten aan alle verhalen zitten dat ik
denk van, ja, wie ben ik om daar een mening over te hebben? Dat kan toch niet? En dat heb ik toen ook gezegd. Hoe kun je dit nou zeggen? Ik bedoel, ik ben er dan geweest, maar jij bent er zelfs nog niet eens geweest. Dus, ja. Ja, want ik zit nog één laatste ding te denken. Want interessant is dat, waar Mano het net over had, dat voor hem het veranderde toen hij Joodse mensen leerde kennen, of een Joodse vriend kreeg. Ja. Ik denk dat voor deze Duitse schoolgenoot van jou, het was niet zo dat de Jood op afstand stond of dat hij die niet kende. Toch? Dus nou, daar. Of hoe. De meeste Joodse kinderen gingen toch wel naar een Joodse school in Berlijn. Ja, nee, er zaten niet echt. Ik had geen Joodse klasgenoten. Het was toch iets van segregatie? Toch een beetje wel, ja. Hoewel je hebt dan wel dan weer Israëlische restaurants en cafés. En die zijn allemaal ook ontzettend populair, maar dat is toch ook wel weer een verschil. Ja, en dat zijn ook vaak de Israëliërs die weg wilden uit Israël en die daarom. Juist. Ja. Ja. Goed. Dankjewel voor je verhaal. En applaus nogmaals voor Vita. De vloer is aan Jean Duhu. Ja. Een stukje en, muziek. En Daan, ik weet je achternaam niet. Specht. Daan Specht. Ze spelen voor u. Moet ik jullie aankondigen of doe je dat zelf? Doe maar. Een nummer van Lauryn Hill van de Fugees. Ja, en van zichzelf? En van zichzelf. Ja. Get it out. I get out. Oké. Okay. Ja. Hallo. Boxes, I get out. You can hold me in this chain, so I'll get out. Father, free me from this bondage. Knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution. Preventing me from freedom, maintaining your pollution. I won't support your lie no more. I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live. I won't be compromised no more. I can't be victimized no more. I just don't sympathize no more. Cause now I understand. You just wanna use me. You say love then abuse me. You never thought you'd lose me. But how quickly we forget that nothing is for certain. You thought I'd say you're hurt. Your guilt trip's just not working. You're pressing me to death. Cause now I'm choosing life, yo. I'll take the sacrifice, yo. If everything was golden gold, that's how I choose to live. No more compromises. I see past your disguises. Blinding through your mind control. Stealing my eternal soul. Appealing through material to keep me as a slave, but I'll get out. Oh, I get out of all your boxes, I'll get out. Oh, you can hold me in these chains, I'll get out. Oh, I want out of social bondage. Knowing my condition is the reason I must change. See, what you see is what you get. Oh, when you ain't seen nothing yet. Oh, I don't care if you're upset. I could care less if you're upset. So you don't change the truth. And your hurt feelings, no excuse to keep me in this box. Psychological locks. Repressing true expression. Cementing this repression. Promoting mass deception so that no one can be healed. I don't respect your system. I won't protect your system. When you talk, I don't listen. So let my father's will be done. And just get out. Oh, just get out of all this bondage. Just get out. All these traditions are a lie. Just get out. Oh, oh.
superstition killing freedom. Knowing my condition is the reason I must die. So I've just accepted what you said, keeping me among the dead. The only way to know is to walk and learn and grow. The faith is not your speed, or you'd have everyone believe that you're the sole authority. Just follow the majority, afraid to face reality. The system is a joke, or you'd be smart to save yourself. Oh, and escape this mind control. You spend your life in sacrifice to a system for the dead. Oh, are you sure where's the passion in this living? Are you sure it's God you're serving? Obligated to a system, getting less than you're deserving. Who made up these schools, I say? Who made up these rules, I say? Animal conditioning, or just to keep us as a slave? Or just get out of this social purgatory, just get out. All these traditions are a lie, just get out. Oh, oh. Superstition killing freedom. Knowing my condition is the reason I must die, just get out. Social purgatory. Yeah, to get out all of all your boxes. Ja, goed. Dat brengt ons bij onze. Brengt ons bij onze volgende. Naar onze volgende panelleden. Ja. Meneer De Zwaan, meneer Helberg. Komt u alsjeblieft zitten. Ga maar zitten. Waar je wil. Waar je wil. Jij in het midden? Microfoon naar voren. Welkom, heren. Ja, het is misschien ongebruikelijk, maar we wilden eens niet beginnen met de geleerden, om mij even zo te zeggen. Wat wel eens gebeurt bij dit soort avonden. Maar eigenlijk ook juist eerst mensen laten spreken vanuit hun ervaring, van wat zij meemaken. En eigenlijk daar ook veel meer reflecterend dan weer over praten. Niet dat jullie geen ervaring zouden hebben. Met, absoluut. Het is eigenlijk. Een van deze aanleidingen is ook. Voor dit debat is ook jouw laatste boek, Abraham. Over genocidale systemen en daders. Maar voordat ik daarover wilde hebben. Ik was benieuwd. Persoonlijke vraag. Welke rol speelt de groep in jouw leven? Heeft dat gespeeld? De groep. De groep, ja. Groepen. Groepen. In je persoonlijke leven. Ja, dat is een vraag, dat moet je wel beseffen, die je aan een socioloog stelt. Die persoonlijke denkt dat vraag. Mensen altijd op alle mogelijke manieren verknoopt en verbonden en verstrikt zijn. Get out of this bondage. Maar we zijn natuurlijk banded. Dus... ik kan me niet voorstellen dat mensen niet leven in en door de groepen waarin ze bestaan. Zeg maar, de rol is dus 100%. Als je zou moeten schetsen een aantal groepen, ja, waar jij jezelf je onder ziet vallen. Ah, nu weet ik begrijp waar je naartoe gaat. Nee hoor, nee, echt niet. Oh. Ah bon. Nee, ja, dat noem je ook wel, hè, identificaties. Hè, met wie voel je je verbonden? Je familie natuurlijk. En ontzooi je kinderen of zoiets. En wat zijn onontkoombare identificaties waar je eigenlijk soms helemaal geen zin in hebt? En waar ik me ook wel eens heel krachtig van heb proberen te ontdoen. Hè? Bijvoorbeeld een Joodse identificatie. Een van de grappige dingen is, je kunt er wel van alles over denken, maar andere mensen denken daar wat zij willen over en over jou. En daar is moeilijk aan te ontsnappen. Nou, hier is er gelukkig over Joden absolute, volkomen, totale verwarring. Dus ik kan alle kanten op. Hè?
Laat ik het daar eens even bij houden. Ik moet nu even denken aan Judith Hertzberg, de dichteres, ja. Dichter. Moet die, ik ook vaak aan denken. Ja, die heeft mij jaren geleden geleerd, want ik had nog wel eens de neiging om te zeggen, nou die Joodse schrijver of die Joodse kunstenaar, en zei ze, het is toch gewoon een schrijver? Ja. Waarom moet daarbij staan dat hij Joods is? En daar heeft ze eigenlijk altijd zich zo tegen verzet. Ja. En vertelde ze ook altijd, of kon ze eigenlijk altijd met een anekdote, dat premier Balkenende, volgens mij nog voordat hij premier was, ergens het had over alle Joden die weggevoerd zijn. En dat Nederlanders, welke Nederlanders wel of niet geholpen had. En toen zei ze, maar die Joden waren ook Nederlanders. Natuurlijk, ja. Dus het, ik moet altijd inderdaad aan dat soort dingen denken als het bijvoorbeeld gaat over die groep. Maar goed, u wilde het daarbij laten. Boja had een vervolgvraag. Wat was dat ook weer? Ik wil het heel graag. Nee, ik wil eigenlijk een andere vraag stellen aan Glenn, omdat hier aansluitend. We hadden even aan telefoon over en net ook aan het eten, maar ik dacht, ik stel de vraag nu. Als je het hebt over groepen, in verschillende groepen in een samenleving. En of je wilt of niet, je behoort tot een groep. Zelfs als je zegt, ik behoor niet tot een groep, zoals Abraham zegt. Er zijn er anderen die wel zeggen, nee, je hoort wel bij een groep. Dat heeft ook invloed op je identiteit. Jij praat veel met de overheid over dit soort problemen. Waarbij de overheid het heeft over hoe brengen we die groepen bij elkaar? Hoe zorgen we voor verbindingen? Waarbij jij dan zegt, nou ja, voordat je kunt zorgen als overheid, regering, als maatschappij, dat die groepen bij elkaar komen, zich met elkaar verbinden, moeten die individuen eerst zich met zichzelf verbinden. Kun je dat uitleggen? Ik vond die vraag van Abraham leuker om te vertellen wat ik met groepen had. Maar ik zal proberen hierop te komen. Komt nog meer vragen. Het grappige is, Abraham, als jij als socioloog, je hebt het steeds over de verbindingen mensen met elkaar. En ik vind het grappig, als ik kijk naar de ontwikkeling van de mens, dan zie je dat de mens zich altijd richt op de ander en met die ander moet die verbinding gemaakt worden. En in mijn werk ontdekte ik, en dat ontdekte ik natuurlijk niet, ik bedoel, ik leer natuurlijk veel, en vanuit het humanisme, overigens grondleggers daarvan die deze uitspraak hebben gedaan, dat zijn Joden, dat is, de mens is een fundamenteel relationeel wezen. En als je zegt dat de mens fundamenteel relationeel is, betekent het niet dat je alleen maar verbonden bent met mensen. Maar dat betekent dat je in elke situatie met alles verbonden bent en met alles een relatie hebt. Je kunt een relatie hebben met materie. Maar in eerste instantie beginnen we de relatie met de ander in de hechtingsrelatie. Daar beginnen we mee. Maar we hebben ook een verbinding met de natuur. Of wat op een gegeven moment godsdienst gaan noemen. We hebben een verbinding met het hogere. En het enige waar ik zie dat we niet over spreken, is de belangrijkste relatie. Dat is de verbinding met jezelf. En ik zie dat er geen enkele manier daar opvoeding in is. En ik vind het dus belangrijk dat wanneer wij spreken over verbinding, dat we ook gaan nadenken over verbinding met jezelf. Ik vind het noodzakelijk in de opvoeding. Want het is bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld aan een groep denk, dan zie je dat in het, wat je net noemde in het voorgesprekje, dan zie je dat jongeren zich kunnen gaan afzetten van hun ouders. Zogenaamd maken ze zich los van hun ouders. Maar ze zoeken anderen om zich mee te verbinden, om hun identiteit te ontdekken. Maar die identiteit vind je onder andere door te experimenteren met anderen. Maar ook te gaan begrijpen wie jij bent. De verbinding met jezelf. En voor velen, bijvoorbeeld, is dat voor mij is het een heel belangrijk onderwerp. Want ik ben ervan overtuigd dat een van de problemen die we hebben als mensen, is dat we problemen hebben met seksualiteit. Is dat ik zie als mensen kinderen voorlichting krijgen, gaat het altijd over de ander. Maar het gaat niet over jezelf. En dat is een van de meest essentiële zaken. Dus op het moment dat je de verbinding hebt met jezelf, belangrijker daarin, dus eigenlijk een boeddhistisch iets, op het moment dat je verbindt met jezelf, dan zul je de rust ervaren. En vanuit die rust benader je de ander. En vanuit die rust kun je overzien wat die relatie met die ander betekent. En als het gaat over, en dan moet ik ook stoppen, want dan neem ik te veel tijd in beslag. Maar ik zou heel graag, als je er verder over vertelt, zal ik proberen op een andere manier daar iets aan toe te voegen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ja, dankjewel. Abraham, als je dit hoort, wat Glenn vertelt, en je denkt aan je boek dat je geschreven hebt, een boek dat probeert eigenlijk te laten zien hoe het groepsdenken binnen samenlevingen van invloed is op massamoordenaars, op genocides. Als je dit hoort over de verbinding met jezelf, hoe zou je dat verbinden aan wat jij in je boek probeert te beschrijven? Hoe,
hoe eigenlijk mensen, hoe het eigenlijk gaat over de persoonlijkheid die gevormd wordt door de samenleving. Ja, goed. Daar wil ik graag antwoord op geven voor zover ik dat kan. Maar eerst moet ik even iets regelen. Voor welke foto zit ik? Wat gebeurt daar? Dat is een goede vraag. Dat is de Hollandse Schouwburg. Okay. En dat is de herdenking bij de Hollandse Schouwburg die elk jaar wordt gehouden op de Holocaust, of de Yom HaShoah herdenking. En dit is een foto van die herdenking. De balie en Theater Nadam houden ervan om vlak voor 4 mei toch een beetje provocerend te zijn. En deze foto is de achtergrondsfoto. Dus dit is een jaarlijks... Ja, ik denk dat dat iets, wat, iets met de beamer is, waar Freeze op staat. Dat staat er niet. Het is niet zo dat die persoon daar niet mag bewegen. Dat betekent het niet. Nee, nee, want even ruimte maken. Ja. Achter mij staat altijd weer die Joden. Ja. Dat irriteert mij, dat was ook de bedoeling. Maar het doet me ook iets aan iets denken. Ik zat een keer, want dat hoort bij mijn werk, in een wetenschappelijke bijeenkomst over genocides. En dan komt het vragenuurtje en dan is het altijd een Armeen. En die zegt dan dat niemand heeft gedacht aan wat er gebeurd is met de Armenen. En toen zei iemand, altijd weer die Armenen. En toen zei ik gelukkig, nee, altijd weer die Turken, die het nog steeds ontkennen. En hier moet je zeggen, nee, niet altijd weer die Joden, altijd weer die Jodenhaters. Want als die er niet waren, dan vielen die Joden uiteen in allerlei soorten mensen en... Ja, zou eigenlijk bijna als, hoe moet ik dat zeggen, welk beeld moet ik daarvoor zoeken? Niet als zand, maar veel, veel vormiger zou dat uiteenvallen. He? Dus ook voor die Joden heeft dat antisemitisme een functie van een wijngevoel. Er is wel gezegd als Israël zijn vijanden zou verliezen, dan zouden ze elkaar aanvliegen. Dat weet ik niet, maar dan zouden ze even verdeeld zijn als alle andere volkeren verdeeld zijn. Dus volkeren moeten ook verdeeld zijn, dat is wat er interessant aan is. Maar er is dus, voor een deel wordt dat Jodendom gecontinueerd door de haat en de dreiging tegen Joden. Zolang ik leef is er ook altijd een opkomend antisemitisme. Het opkomende antisemitisme. Soms laait het op, maar soms komt het gewoon op. Dat zijn rustige tijden. Aan de andere kant, wat Wita beschrijft, ja, er staan politie en gewapende mensen en wachters voor die kleuterscholen. En dat is natuurlijk te gek om los te lopen. Het is misschien meer dan nodig, dat weet je nooit. Er is enige aanleiding om dat te doen. En dat maakt iets nieuws van de Joden. Want je gaat de Godverdegloeiende Jezus Christus op je derde naar school. En dan staat er politie en weet ik veel wat allemaal. En dat blijft zo tot je 18e. Naar de universiteit hoeft het gelukkig niet. Daar heb je weer bezetters. Maar goed, daar is niks verder meer aan de hand. Dus er zit een vormende werking van dat, die Jodenhaat op de Joden, maar tegelijkertijd vormt dat ook een binding. En ik denk dat als Helberg en ik praten over bindingen, bedoelen we daar helemaal niet iets per se positiefs mee. Bindingen zijn ook knellende banden waar je je van los moet maken. Het is ook niets bindt zo als haat en rancune en wrok en spijt en berouw en schuld. Dat zijn allemaal bindingen. Dus op zichzelf is het niet noodzakelijk iets moois. Maar het is het leven. Als ik even mag iets mee toevoegen, want als ik het goed begrepen heb, Glenn Helberg, je had het over, in die zin wel, over dat de verbinding met het zelf, met jezelf, eerst moet komen. Voordat we het eigenlijk ook kunnen hebben over, ja, wat doet de ander met mij? Nou, ik wil heel veel vragen afmaken, want ik probeer het even goed te begrijpen. Want ja. Het interessante is eigenlijk, wat je zegt, Abraham, is dat door, dat eigenlijk interessant is dat Joden, even zo als één groep noemend, dat zij vooral zichzelf eigenlijk een identiteit geven door de ander die hen die identiteit steeds oplegt, of de Jodenhater, maar dat ze dus niet in staat zijn
om hun identiteit uit henzelf, eigenlijk de verbinding met zichzelf, dat uit zichzelf te halen. Nee, dat zei ik niet. Nee, ik zei dat het een belangrijke vormende en samenbindende functie heeft. Maar ik wil teruggaan, mag het? Ja. Naar een moment van onschuld. Wat ik mezelf echt niet herinner, maar mijn moeder vertelde dat. Ik was 7 jaar en ik kwam van school en ik zei tegen mijn moeder: de kinderen in de klas zeggen dat Joden rotmensen zijn. Maar dat kan niet, want ik ben zelf Joods. Ik wou dat ik dat mijn leven lang dat gevoel gehouden had. Je had een goede verbinding met jezelf, Toen wel, ja. Maar het was net een vraag aan Glenn, hè? Die is nog niet... Ik probeer even de vraag te maken, maar ik zit te kijken, die verbinding met jezelf. Nou, ik zal een voorbeeldje geven. Kijk, die groepsidentiteit. Twee delen. Ik ben geen wetenschapper. Mijn uitgangspunt is het persoonlijk is politiek. Zo heb ik de hele tijd mijn werk benaderd. En dan lijkt het alsof je wetenschappelijk bent, omdat je de woorden aangeeft die dan het wetenschappelijk maken. Maar belangrijk is, ik had een hele goede vriend en vriendin, Joden. En ik ging met hun op vakantie. En voor mij waren het mijn vrienden, bij naam. Na die vakantie bleken het Joden. We waren op vakantie en ik maakte natuurlijk ook tripjes in mijn eentje. En toen kwam ik dus met Palestijnse mensen in contact. En ik zat in zo'n taxi en die taxichauffeur vertelde mij de andere kant van het verhaal, zoals zij het beleefden. Ik in mijn onschuld, omdat ik niet met Joden op stap was, maar met twee vrienden. Toen kwam ik dus in mijn onschuld weer terug. En dat was het einde van onze relatie. Want ik had begrip voor de ander. En dat mocht niet. En ik had graag gezien dat, ik zal maar even zeggen dat mijn vriendin Janneke heette. Ik had graag gezien dat mijn vriendin en Jood was en ook zichzelf was. Waardoor ze de waardering voor onze relatie had. Maar niet een groepsidentiteit zou maken tot datgene wat onze relatie zou verbreken. En in die zin vind ik het dus belangrijk dat je naast je groepsidentiteit, want die ander benoemt jou. En een van de dingen die ik heel graag hanteer is een gedicht van Neeltje en Maria Min, waarin ze zegt: voor wie ik lief heb wil ik heten. Ik wil dus heten voor de mensen die mij lief hebben. En ik wil niet heten voor degene, niet de haters. Ik ben dus zwart. Maar ik wil niet benoemd worden door mensen die mij zwart noemen. Ik wil benoemd worden door de mensen die mij lief hebben. En op dat moment identificeer ik mij niet meer met zwart. De andere kan dat doen. Maar ik zorg ervoor dat ik in die relatie met mezelf ervoor zorg: wie ben jij? Wat is voor jou belangrijk? Wat maakt jou rustig? Wat maakt jou blij? Als ik in een relatie ben met de ander, wil ik niet dat die ander mij trekt uit mijn rust. Hè? Waar ik rustig in zit, namelijk Glenn zoals hij is. Die ander benoemt mij en vervolgens vlieg ik eruit vanwege de benoeming van die ander. En ik word de andere persoon, dat wil ik niet. Ik wil dus die groepsidentiteit niet op die manier hebben. Maar daarom is het voor mij heel belangrijk. Dat kinderen wanneer ze van zich verbinden, bijvoorbeeld in die puberteit met anderen. Of ook later. Dat je ook uiteindelijk je verbindt met jezelf. En die verbinding is niet alleen maar iets geestelijks, het is zelfs iets lichamelijks. En dat lichamelijke, vanuit dat lichamelijke voelen wie je bent, voor mij is dat het begin. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld, ik hou me ook bezig, ik noem de overheid. Ik hou me ook bezig met racial ethnic profiling. En dan kijk ik naar hoe de politie soms met mensen binnentreedt. Die mensen worden dus, ik gebruik het woord, het is voor jou makkelijk om zo'n woord te gebruiken, merk ik. Die mensen worden opgefokt, die politieagenten, hè? Om ervoor te zorgen als ze ergens binnenkomen, dat ze eigenlijk onmenselijk die mensen uit hun bed sleuren. Zoals als mensen worden aangehouden, is het ook gelijk uw identiteitspapieren. En ik vind dat wanneer je als politieagent daar komt, dan zul je vanuit de verbinding met jezelf, de rust die je bij jezelf hebt, die benaderen, die anderen benaderen je. En wanneer het opgefokte, waarin er iets ontstaat, wat helemaal niet kan. En we zien heel duidelijk hoe dat op dit moment in de wereld een rol speelt. Wat er dan eigenlijk gebeurt is, die ander wordt dan echt tot object gemaakt. Ook. Die ander wordt tot object gemaakt, die weet niet eens wie die is. Het is een instrument geworden voor een denken, voor een machtsuiting, voor een idee die op dat moment heerst. Denkt die agent zelf nog na op dat moment? Ik heb het idee van niet. Ik heb het idee dat hij wel denkt, maar hij denkt wat hem geleerd is om te denken. Hij denkt andermans gedachten of zo. Ja, en een van de dingen die blijkbaar moeten, is dat je in dat soort situaties blijkbaar inderdaad uit jezelf moet treden. Een van de dingen die jullie misschien allemaal wel weten, is in de Eerste Wereldoorlog, wij in Nederland hebben we heel veel geld verdiend aan de cocaïnehandel. Hè? We waren neutraal. En wat hebben we ontdekt?
De cocaïne was een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat de soldaten opgefokt werden. Want onderzoek nu laat zien, als je een aantal, ik weet het percentage niet precies, maar zet je een aantal militairen neer in een oorlogssituatie om te schieten, ja, dan zullen velen niet schieten. Ja. Dus wat moet je doen in zo'n oorlog? Je moet ze uit hun verbinding met hunzelf halen. Nou, de cocaïnehandel, en wij hebben goud verdiend in die cocaïnehandel toen we neutraal waren, want we leverden aan de Duitsers. Aan de Duitsers. Altijd weer de Joden. We leefden aan de Engelsen. En wij in het midden genoten ervan. Daarom wilden we in de Tweede Wereld ook weer neutraal blijven. Die cocaïne diende om die mensen uit hun verbinding te halen. Om te doden. En vervolgens, wat zagen we? Na die oorlog, Eerste Wereldoorlog. Een land dat achterbleef. Verloren, gebroken, met een heleboel verslaafden. Waarin we langzaam, vanuit die mensen die uit verbinding waren. Zagen we langzaam die stap naar de Tweede Wereldoorlog langzaam komen. En Abraham, ja. Als je dan hebt over studie naar genocides. En het objectiveren van de ander. Ja. Of het zoals Bo het net zegt, het denken dat al gedacht is. Of het denken dat al voor jou gedacht is. Wilt u daarop reageren? Daar moet ik even over nadenken. Het denken dat al voor je gedacht is. Nou, er wordt wel eens verondersteld, dus het gaat om genocides, dat mensen eigenlijk op dat moment, eigenlijk dat alles al zo klaar ligt, dat mensen helemaal niet meer zelf nadenken wat ze doen, maar ze zijn al eigenlijk automatisch gaan ze tot het daderschap over en tot het plegen van die genocide. Gedachteloos is dan een geliefd woord. Is dat zo volgens jou? Dat is zo, ja, alsof je je vinger uit elkaar zet? Ik weet dat allemaal niet zo goed. Ik ben, zoals je ziet, er niet bij geweest, want anders was ik hier niet bij geweest. En daar is al in één woord gezegd dat we ons bevinden op een gebied waar terughoudendheid past. Want er is eigenlijk geen observatie die over wat er nou precies gebeurt en de mensen die daar zelf als daders in betrokken waren, hebben alle reden om te zwijgen en te proberen te vergeten of zich toch onnozelig voor te doen voor hun rechters. En het meeste wat we weten is uit gerechtelijke stukken. Ik denk heel eenvoudig. Ik denk, ze zijn personen. Het zijn, als je wil, mensen. Dat wil zeggen dat ze waarschijnlijk niet uit één stuk zijn. En dat ze zich heel gemakkelijk hebben laten meevoeren op de hoofdstroom die toen in de maatschappij voortstroomde. Dus in Duitsland van nazisme, agressie, Duitse zelfverheerlijking als volk en ras, noem maar allemaal op. Daar gaan die mensen nog makkelijker in mee dan veel anderen. En daar mede door gevormd zijn. En dan geraken ze in een geraken is al een interessant woord. In een situatie, in zo'n context van een kamp waar de meest uitzinnige beestachtigheden plaatsvinden. Waarom is geraken een kernwoord? Ze zijn daar wel binnengegaan en ze hebben, er is misschien niks gevraagd, maar ze hebben geen nee gezegd, hè, dat lied wat we daarnet hoorden, wat voortdurend, hè, afwijzing van de situatie, revolte tegen een situatie, verbeeld. Nou, dat waren zij dus even niet. Het worden ook crimes of obedience genoemd. Hè. Het zijn gezeggelijke mensen. Maar, en dat wordt wel eens overgeslagen, het waren allemaal, ook in Rwanda, goede katholieke knulletjes met een goede opvoeding, of Lutherse ventjes, waren meestal knulletjes en ventjes. Het is wel eens leuk om die woorden voor ze te gebruiken. En het moet toch en eigenlijk, je kunt eindeloos vertellen over dehumanisering en wat allemaal in die koppen gewassen en gedaan is. Maar er zijn bepaalde dingen heel eenvoudig. Iemand kijkt je aan. Heel vaak is het een kind wat je aankijkt. En dan gaat het niet. En dat komt regelmatig voor in het verhaal. Waarom altijd kinderen? Wat gaat er dan niet? Dan gaat het moorden even niet. Dan ben je van je apropos.
En dat is, er is bijna niet over te praten zonder ja, een potje te janken, maar dat gaan we niet doen. Maar het is wel belangrijk om even aan te geven in welke toonsoort we zitten. Vaak als het niet gaat, hebben ze of iemand gezien die komt uit hun eigen stad of hun eigen buurt, maar vooral kinderen, omdat ze natuurlijk zelf kinderen geweest zijn. En dan weten ze ook heel goed dat wat daar gebeurt helemaal niet acceptabel is. Voor hun rechters doen ze zich voor als gedachteloze stamelaars. En dat houden ze ook eigenlijk altijd na de genocide vol. Ik denk tegen de klippen op, en misschien sta ik daar alleen in, dat er meer aan de hand is. Je kunt niet zoveel gemoord hebben en zoveel gedaan hebben zonder dat dat in je blijft. Of zij zouden van een andere soort klei gebakken zijn dan ik. En eigenlijk geloof ik dat niet. Maar ik denk dat er het bijna, dat berouw en schuld en spijt zijn vrijwel ondraaglijk gevoelens. En we hebben niet bedacht, nou dat is geprobeerd in Zuid-Afrika en ook wel in Rwanda, is er iets wat dat van hun af zou kunnen nemen? Dat is bijvoorbeeld in Duitsland niet zo goed gelukt. In Zuid-Afrika, waar dat wel geprobeerd is, oké, je hebt je verschrikkelijk misdragen, maar we gaan nu iets doen, je vertelt alles en je tegenstanders vertellen ook alles. En daar gebeurt iets heel anders. Daar voortdurend vertellen die daders dat ze nachtmerries hebben, dat ze huilen, dat ze totaal overstuur zijn in tranen. Terwijl een groot deel van de Rwandezen en de Duitsers, ja, die zitten dicht. Er is niks. Er is niks. En ik kan dat niet goed geloven. We hebben het nu over de landen waar het genocidale regime de strijd verloren heeft. Maar in 9 van de 10 gevallen leven die daders gewoon nog voort onder min of meer hetzelfde bewind. Indonesië, Cambodja is ietsje aan de hand. Dingen waar je nog nooit van gehoord hebt. Bangladesh 1973. Er zijn zoveel voorbeelden waar geen sprake is van enige verwerking. En daar woon je en aan de overkant van de straat woont de man die jouw hele gezin heeft uitgeroeid en je familie en je neefjes en je nichtjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo is dat. Glenn, als je adviseert over een overheid, over jeugd en over opvoeding, heb je dan het gevoel dat je bezig bent met het adviseren om ervoor te zorgen dat die kinderen of kinderen geen slachtoffer worden of dat kinderen geen dader worden? Ik ben in eerste instantie blijven hangen bij jou, Abraham. En het ontroerde mij, omdat ik heb meegemaakt op een congres in Duitsland, waar 1000 therapeuten bij elkaar waren op een congres, waarbij het ging over wat tegenwoordig familieopstellingen wordt genoemd. En daar vertelde een survival van de Holocaust, vertelde ons hoe zij op de dag dat de bevrijding in aantocht was, was het de bedoeling dat zij zou overlijden. Dit is, ik vertel een laatste zin, terwijl er een heel college was waarin zij voor ons opbouwde hoe zij doodgemaakt zou worden, want er was een tweeling. Dus we zaten allemaal in spanning. En vervolgens is die oorlog aangebroken en ze komt naar buiten en ze ziet daar een meisje met vlechten gewoon lekker schoon, terwijl zij uit het concentratiekamp kwam en ze was net, hadden ze net overleefd. Deze dame is een grote dame geworden in de wereld van het verhaal van de oorlog vertellen, et cetera. En ze kwam haar beul op een dag tegen. En die beul die daar was, het was onder andere een van de beulen van Mengele. En die beul die daar stond, ze kwam in een situatie waarin zij nu macht had. En die beul vroeg haar om vergiffenis. Nee, die beul vroeg haar of hij met haar in gesprek wilde gaan. En of ze bereid was om te praten, zodat hij vergeven kon worden. En ze schrok daarvan.
moet ik dat doen? En de eerste impuls was, ja, nu ga ik jou terugpakken. Je vraagt niet en ik geef het jou niet. En ze vertelde ons hoe ze erover nagedacht heeft en ze op het punt gekomen is om hem te vergeven. En dan bouwt ze dat op en ik moet je zeggen, 1000 therapeuten in dat Duitsland. Want wat we merkten, er waren heel veel Duitse therapeuten, het verdriet en het trauma bij die Duitsers was groot. En het moment dat die dame tegen die beul zei, ik vergeef jou, 1000 therapeuten, ik in kluis, aan het snikken. En vervolgens zagen we die verhalen van Zuid-Afrika. Waarin een moeder, waarvan een jonge man, haar zoon had vermoord in dat Zuid-Afrika-regime. En dan was het ook die waarheid, dat haar waarheidsverhaal. En toen vervolgens zag je dat gebeuren. Het was een kleinere groep, maar hetzelfde gebeurt er. Het waarheidsverhaal was belangrijk. En toen zei deze mevrouw, I forgive you my son. Terwijl haar zoon vermoord was door deze jongen die een buurjongen was geweest. En je zag hoe die jongen door dat ene woord leek alsof hij veranderde in die documentaire. Dus als het gaat over wat heb je nodig bij dit soort zaken, dan is het zeker belangrijk, denk ik, dat we erover praten. Maar zeker is het belangrijk om te komen bij datgene waarin we met elkaar gaan praten over dat menselijke. En dat is verbinding. Vergeving is een van de menselijke dingen die we meegekregen hebben. Om dingen heel te maken. En wat deze dame ook zei. Ze zei, ik heb deze vergeven. Deze beul. Waarom? Ik was nog steeds in het concentratiekamp. En doordat ik hem vergeven heb, was ik eruit. En dit is dus, daarom raakte het bij, want dat is een indringende ervaring. Als het gaat over de jongeren, waar jij het over hebt, het adviseren van de jongeren. Ik praat niet over dader worden of slachtoffer worden. Als ik het met die overheid erover heb, gaat het erover. Zie je niet dat ik als psychiater door de stigmatisering, dat ik kleine kinderen al, omdat ik jeugdpsychiater ben, dat die kleine kinderen allemaal gelijk geboren worden. En opeens ontstaat er een splitsing. We praten in Nederland over het vereenvoudigd individu. En opeens komt dat jongetje of dat meisje op school. En dat kleine jongetje of dat kleine meisje is niet meer aan met, of wie dan ook. Maar het wordt opeens afgerekend op groepskenmerken. Opeens ben ik dus niet meer dat individu. En dat is met name datgene waar ik met die overheid over wil hebben. Tuurlijk maken jullie beleid, maar het beleid doet alsof je kunt spreken over een Jood, of over een Antilliaan, hè? Of over een Duitser. Ik hoorde jou net ook Duitsers zeggen. Hè? Per ongeluk doen we het allemaal. We scheren mensen over één kam. En een van de dingen die ik belangrijk vind, is dat binnen alle beleid we toch zoeken naar dat individu. Want dat gebeurt dus als deze jonge man die een kind ziet en dan opeens niet kan. Je wordt opeens geplaatst niet meer met een beeld, maar het wordt een mens. En dat wil ik dat we steeds doen bij beleid. Laat de mens waar je beleid over maakt mensen worden. Dus niet dader of slachtoffer. Want een van de dingen die ik zeg is, datgene waar je mee je voet, dat word je dan. Hè? Voed je met het goede. Dan denk ik dat heel veel goeds gevoed wordt. Of voed je met het slechte. En we moeten geen contexten creëren waarin kinderen heel makkelijk één kant kunnen uitgaan. Dus al die onderzoeken die gedaan worden op dit moment over radicalisering, onderzoeken. We weten toch hoe dat komt. Het begint al op die scholen waarin je niet kunt zijn wie je bent, want je wordt afgerekend niet op wie je bent of wat je kan of wat je talenten zijn, maar wat iemand anders denkt dat je bent. Ja, dan ga je een andere groep zoeken. Een andere groep die je met open armen ontvangt. Dat zie ik ook met die Antilliaanse jongeren die criminaliseren. Want dat woordje ventjes vond ik ook erg interessant. Als ik dus met die jongens die jullie in de kranten lezen praat, zijn het ventjes. Maar we maken ze tot grote criminelen. We maken ze tot criminelen. We maken ze. En ik vind het belangrijk dat de mensen dat weten. Want ze zijn gewoon kleine kinderen die als baby's opgroeiden en ook iets wilden in het leven. Maar de mensen die hun benoemden, hielden niet van hun. Voor wie ik lief heb, daarom vind ik dat woord belangrijk, voor wie ik lief heb, wil ik heten. Ik ben dan heel benieuwd hoe je, maar het gaat te ver om daar nu over te hebben, maar hoe je die kinderen veiligheid kunt bieden alsnog, of eigenwaarde, of ben je daar ook, ja, wat probeer je hun te geven dan in jouw praktijk? Laten we het zo zeggen. Ik ben die spreekkamer uitgegaan, omdat ik merkte hoe moeilijk het was in de spreekkamer. Snap je?
En je wilt een context creëren waarin je ziet dat kinderen niet bij me hoeven te komen. Een van de dingen die ik weet wat heel belangrijk is, en mensen vinden het soft, en er is een heleboel, weet je, er is zoveel studie over wat er in die spreekkamer gebeurt. En ik noem dat wanneer iemand in die spreekkamer komt, dan wil die persoon een overgang maken van het ene naar het andere. En dat noem ik, niet ik, maar ik heb het ook zo leren noemen, dat komt van antropologen, dat noem je een overgangsruimte, een transitionele ruimte. Dus ik creëer mijn spreekkamer tot een transitionele ruimte. Jongens, dit is een raar woord. Maar het woord dat daarin zit, er moet liefde in zitten. Die mensen moeten zich geaccepteerd voelen. Je moet een sfeer creëren waarin er wordt veel gelachen bij mij. Hè? Want het lijkt, als je bij de psychiater komt, dat je serieus moet zijn. Maar ik vind lachen zo heerlijk. Hè? Want op een of andere manier moeten de mensen voelen dat het gewoon is om daar te zijn. En ik wil gewoon, om vanuit gewoon toegang te krijgen tot de ziel. Dat is wat ik wil. Gewoon. Niet vanuit deze positie. Ik zeg ook als dokter, zeg ik, ik maak niemand beter. Ik zeg, ik kom in een situatie waarin ik help om die persoon te helpen zijn eigen gezondheid te produceren. Dat vind ik belangrijk. Niet ik. Maar wel proberen om te helpen dat te doen. En dit is zo'n wezenlijk iets. En die verbinding, ik merk namelijk, als ik het even over dokters mag hebben en geen genocide mensen, et cetera. Die dokter, je komt bij een dokter en die dokter zegt, hij gaat jou genezen en haalt jou gewoon uit je eigen werkelijkheid. Je denkt dus, je komt met een bepaalde werkelijkheid naar zo'n dokter en die dokter doet alsof jouw werkelijkheid niet bestaat. En ik, een kort voorbeeldje is, ik ben dokter. Kom ik dus bij de dokter en die dokter wil mij uit de werkelijkheid halen, gaat hij mij opeens door bepaalde antwoorden vragen, maar wat doet u eigenlijk? Want hij wil mij eigenlijk uit mijn werkelijkheid halen. Maar dat wil ik niet. En dan denk ik, maar wie is deze man? Oh, bent u ook dokter? Maar dat mag niet. Iedereen zou op dezelfde manier moeten behandelen. En de waarheid die persoon heeft, zou je bij die persoon moeten laten. Jij geeft mij kennis die jij, waarvoor je gestudeerd hebt, voordat ik de mogelijkheid heb om mijn gezondheid te produceren. Of mijn leven te produceren. En ik wil niet benoemd worden door jouw arrogantie. Dat wil ik niet. En die arrogantie die een rol speelt, dat is voor mij een van de redenen waarom we oorlog voeren. We denken op een of andere manier dat wij beter zijn dan die anderen. En vanuit het beter zijn, we creëren denkbeelden. Voor mij is bijvoorbeeld racisme ook zo'n denkbeeld. Racisme is voor mij een waan, het is een banaliteit. Het is een manier waarop je de ander minder kunt maken, zodat wat je doet, dat je kunt zeggen, weet je, die mensen zijn toch minder, dus ik mag. Want als je werkelijk zou denken dat die persoon werkelijk gelijk is aan jou, zou je dat nooit doen. Dus je moet iets in je hoofd doen om ervoor te zorgen, oh ja, hij is toch zwart. Of ze zijn toch dom. Ach, ze zijn hyperseksueel. Ze doen niks anders. Ja, ach, ja, allemaal ach. Want met dat ach vergoel ik je dat jij weet dat je iets doet wat niet goed is. Dankjewel. Goed. We gaan even, ook door de tijd, we gaan naar een klein intermezzo weer. We hebben eigenlijk elk jaar dat we ook een van de theatermakers of performers of acteurs die wat doet bij Theater Naar de Dam hier een kort fragment laten doen wat ermee te maken heeft. Dat is dit jaar Tomer Pawlicki. Kom maar alsjeblieft op de vloer als je wilt. Applaus. Ja, als je wilt. En Tomer, jij speelt een voorstelling Dank ja. Zij de Oorlog. En jij gaat een heel kort fragment eruit doen. Je speelt die voorstelling morgen in de Bakkergrond. Hier in Amsterdam. Je hebt hem vorig jaar gemaakt voor Theater Naar de Dam. Moet ik 2-3 zinnen inleiden of doe jij 2-3 zinnen inleiden? Ik vertel er wel wat over. Goed. En daarna dan, Mano, als jij dan ook hierbij gaat zitten, dan gaan we wat meer nog gezamenlijk praten. En dan kunnen we ook ruimte geven op een gegeven moment voor de zaal om vragen en een vraag te stellen. Goed. Ik heb dus vorig jaar heb ik een voorstelling geschreven en gespeeld over de Tweede Wereldoorlog. En vanuit een idee dat ik had gekregen dat ik besta dankzij de Tweede Wereldoorlog. Omdat mijn opa en oma anders elkaar nooit hadden ontmoet, als mijn Poolse opa nooit, Joodse opa nooit bij mijn Poolse opa zou gaan onderduiken. Vervolgens dacht ik, ik vind dat wel, maar wat zou mijn oma er eigenlijk van vinden? Als ik deze vraag aan haar zou stellen. Alleen, ja goed, mijn oma die leeft helaas niet meer. Dus ik kon die vraag niet stellen, maar ik was toch eigenlijk best wel benieuwd wat ze hierop zou zeggen. En ja, omdat het dramatisch niet interessant is om haar te laten zeggen, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk.
heb ik ervoor gekozen om haar precies het tegenovergestelde te laten doen. Om zo ver te gaan door te zeggen van, nou ja, je bestaat wel, maar je had eigenlijk niet moeten bestaan zoals jij bestaat. En dan ga ik jullie nu even... ik ben niet voor aan het lezen, ik ken het gewoon uit mijn hoofd, dus ik ga het soort voordragen, maar niet echt spelen. Nou ja, goed, komt-ie. En ik begin met de tekst van mijn oma, dat is misschien wel belangrijk om te weten. Ik ben bevrijd, maar nooit zal ik verlost zijn. En jij bent, net zoals ik, ook niet verlost. Het is mooi dat jij zelf deze vragen, en dat jij jezelf vrij en veilig voelt om deze vragen te durven stellen. Maar wat wil je ermee bereiken, Tommer? Wil je provoceren? Wil je kwetsen? Is er een nieuwe generatie opgestaan die de Tweede Wereldoorlog kan waarderen? Ik hoop niet dat jij een van de jongeren bent, net zoals in Israël die de oude kampnummers op hun arm laten zetten. Dat was op het nieuws laatst. Zo'n mooi meisje en dan met een kampnummer van haar opa op haar arm. Ze weet het niet, maar ze kan het ook niet weten, maar ze is het wel. En nu, 3 generaties later, lukte de nazi's nog steeds om ons te nummeren, als kudde. Alsof ze ons bloed hebben vergiftigd, dat er bepaalde plekken op de huid, dat daar inkt lekt. In Israël, nota bene. Wat is het dat jou vatbaar maakt voor zulke gedachtes? Iedereen maakt angst mee. 6 jaar constante angst gaat in je botten zitten, in je bloed, in je darmen. Na 6 jaar is het geen litteken meer, maar een zintuig of een extra ledemaat, een orgaan. Het tast je spraak aan, je ogen, je houding, je taal. Het vervuilt je zweet. Het tast de spermacellen aan, het tast de eicellen aan. Ik zie het in mijn kinderen en ik zie het ook in jou. En ik wou dat het niet zo was. Ik wil geen sporen van angst in mijn nageslacht zien. Jij bent een product dat nooit had mogen bestaan. Een product van een poging tot massavernietiging. In heel Europa ligt nu een gat. En dat is een gebied waar wij nooit meer terug zullen keren. Maar dat ik deze vraag kan stellen, dat is toch juist positief? Wat er is gebeurd, dat kan ik niet begrijpen. Niemand misschien. Maar het heeft me wel tot in elk vezeltje bepaald. En dan is het toch juist legitiem om deze vraag te stellen? Ik heb geen voorstelling dat gekoppeld, direct gekoppeld is aan mijn lijf en mijn emoties. De tweede generatie vormt een barrière. En hoe ouder ik word, hoe minder eerste generatie er nog over is, en hoe meer wij zelf een barrière gaan vormen voor de generatie na ons. Ik wil mezelf aan het onderwerp koppelen door een positieve draai aan te geven. Dat meisje dat een tattoo op de arm liet zetten, voor jou is dat verschrikkelijk omdat het niet in jouw macht lag om het te nemen. Maar dit Joodse meisje heeft ervoor gewerkt en gespaard en heeft vervolgens al haar moed bij elkaar verzameld om een monument op haar arm te laten zetten door een andere Jood. Ze begrijpt het niet, maar ze wil het wel een plek geven zodat ze het kan begrijpen. En misschien laat ze hierna wel een nummertje zetten op het armpje van haar baby, maar dan -1 cijfer. En die baby doet het weer op het armpje van zijn baby. En die baby doet het weer op het armpje van haar baby. En die baby doet het weer op het armpje van haar baby en van zijn baby, totdat de cijfers op zijn. Nou, tot hier. Voor nu. Ja. Ja, we zouden best wel met je willen doorpraten, want jij hebt er ook veel over te vertellen, Tommer. Maar ik zou zeggen, het is nog niet uitverkocht. U kunt morgen komen kijken in een hele bijzondere solovoorstelling. Bakken grond in de Nes, vlakbij de Dam, om 9:00. Voor we naar het publiek gaan... Ja, er is nog 1 hardnekkige vraag. Hebben we 2 vragen nog. Ja. We gaan ruzien nu wie het eerst mag. Er is 1 vraag die eigenlijk aan jullie... voor jullie drieën wil stellen, om ook weer een beetje de dingen terug te brengen, ook een beetje bij die titel, altijd weer de Joden. Want we hebben veel verschillende dingen gehoord en ook zeer interessante dingen. Maar er is 1 vraag die nog volgens mij op tafel ligt. En nogmaals, dus ook voor jullie hier, we zijn niet uit op geopolitieke analyses, maar eigenlijk veel meer binnen het kader waar we al vanavond over spreken. Waarom is antisemitisme zo'n hardnekkig verschijnsel? En het is een vraag die ik in gesprek kan gooien, of voor jullie drieën. Waarom is dat zo'n hardnekkig verschijnsel?
Wie wil er beginnen? Vraag het mee. Ja. Er zijn twee hardnekkige verschijnselen. Joden en jodenhaat. Dat moet iets met elkaar te maken hebben. En er is iets en dan gaat dat gewoon door. Maar ik kan niet veel dieper komen dan die wisselrelatie, tenzij ik iets zou doen wat bijvoorbeeld Abel Hertzberg gedaan heeft, die echt een inhoudelijke reden heeft voorgelegd, want hij was een aarzelend, maar diep denker. En Abel Hertzberg zegt, kijk, die Joden die hebben de 10 geboden aan de mensheid gegeven. En dat zal ze nooit vergeven worden. De Joden symboliseren het geweten. Ik vind het een prachtige gedachte, maar ik kan er niet helemaal in meekomen. Maar hij lijkt me ook niet helemaal ongeldig, want we zitten natuurlijk met het feit dat er 2 grote religies afgetakt zijn van dat Jodendom, de islam en het christendom, die... Je moet het eigenlijk grote stroomgebieden, moddergebieden noemen, uit dat rare, troebele bronnetje van die fantasten daar, die geïnspireerde profeten. En aan de ene kant, ik denk dat in allebei die religies die ontsproten zijn en verder gegaan zijn op dat Jodendom, zit iets van wij hebben iets nieuws bedacht en jullie aanvaarden dat. Dat was toch heel erg de houding ook van Mohammed en van heel veel christenen. Jullie aanvaarden dat maar niet. We hebben iets nieuws bedacht op basis van wat jullie bedachten. Dus ik denk wel dat het gegeven dat die religies zo'n continuïteit hebben en zo'n enorme kracht hebben, iets te maken heeft met de bijzondere positie van in ieder geval de Torah. En misschien ook wel die Joden die daar maar heel koppig maar mee blijven doorgaan en dan weer niet Christus aanvaarden en weer niet Mohammed. Dat is toch ook wel heel vervelend. Je hoort dat ik dat ook weer juist heel erg interessant vind. Maar dat is een religieuze verklaring, althans een inhoudelijke verklaring, die ten dele waar is. Die iets ervan verklaart. Ja. Goed. Mano of Glenn? Mano? Glenn. Mano, je bent nu op deze stoel. We willen jouw stem graag horen. Age before beauty, my friend. Nederland is 3 miljard moslims. Ja, kijk, het antisemitisme waar ik mee te maken had toen ik opgroeide. Ja, dat was gewoon bij ons in de buurt en dat was gewoon heel normaal. En dat is eigenlijk het enige wat ik... Ja, als er dan... Toenertijd had je nog geen muren in Israël. En om de zoveel tijd bliezen de Palestijnen zichzelf op in die bussen. Ergens in Jeruzalem of zo. En dat was super tof om te horen. Weet je, hoe meer Joden er dood gingen, hoe beter. En ik weet niet, er is toch een soort van... verwantschap die wij voelden. Die ik voelde met de Palestijnse leed. Terwijl ik eigenlijk geen ene het moer vanaf wist. En vraag me niet waarom dat in mijn systeem zat. Maar dat is toch wel dat groepsgebeuren, denk ik. Vrees ik. Hoe denk jij erover, Glenn? Ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Antisemitisme. Ik ben opgegroeid in een... Ik wilde ooit eens antropoloog worden, omdat ik opgegroeid ben met zoveel culturen. En ook met Joden. En op dat moment waren het geen Joden. Natuurlijk wisten we dat het Joodse mensen waren. Maar zo hadden we ook de Chinezen. Zo hadden we ook die Portugezen. Alles was er bij elkaar. En natuurlijk ook de Kriolen zelf, wij zelf. En gaandeweg bij het groter worden ging je dus begrijpen. Oh, dus dan, dat is dan bij de Joden. Of dat is dan bij dit, of dat is dan bij dat. En een van die dingen die ik belangrijk vond was, als kind al, om te proberen mij niet te laten leiden door dat oordeel. Maar Michiel nog steeds te zien als Michiel. Ja, dat is voor mij maar heel wanneer kwam dat dan als kind, dat bewustzijn bij jou? Vroeg. En vroeg, waardoor? Vroeg en waardoor. Ik denk toch dat het te maken had met zwart bewustzijn. Ik snapte namelijk niet dat mijn ouders mij mooi vonden. En dat ik dus tegenkwam dat mensen zeiden dat zwarte mensen lelijk waren. Dat snapte ik gewoon niet.
Dus dat is eigenlijk het begin geweest. Want mijn ouders zeiden, je bent een leuke jongen, je bent een mooie jongen. En ik dacht dat ik mooi was. Maar dan kwam ik in die buitenwereld en was ik lelijk. Dus er klopte iets niet in dat verhaal. En ik moet je zeggen, dit lijkt een grapje. Maar op hoge leeftijd was ik nog bezig om wat mooi was aan zwart, om dat werkelijk mij tot mij te laten doordringen. Want dat witte beeld van wat mooi zou moeten zijn, drong zich maar op. Zo snel heb ik dat ervaren. Ik denk dat een rol speelde. Ik wilde dus de eigenheid van mezelf en daardoor, persoonlijk is politiek, wilde ik waarschijnlijk ook de eigenheid van de ander. Maar, als ik dus nadacht over de geschiedenis van onze gebieden, dan weet ik dat de vriendjes waarmee ik speelde, dat vroeger wel de slaven-eigenaren waren. Dus op dat moment was er ook iets raars aan de hand. En een van de dingen toen op de eilanden 10-10-10, toen we gingen naar een nieuwe staatskundige structuur in het Koninkrijk van onze eilanden, was een van mijn vragen aan de Antilliaanse overheid, kunnen we niet een keertje, net als in Zuid-Afrika, elkaar het verhaal gaan vertellen hoe we met elkaar zijn ontstaan? Want er zit heel veel pijn en heel veel wordt ook niet besproken. En ik maakte hier in Nederland mee dat onder andere als het gaat over het zwart bewustzijn heb je dat er afspraken zijn gemaakt in Durban door de Verenigde Naties dat wij 2011 tot het jaar van de diaspora zouden maken. Het verhaal van de zwarte mensen die over de hele wereld verspreid zouden zijn. En een van de grote lobby's die dat hebben tegengehouden dat Nederland voldeed aan die diaspora, aan die 2011 om daaraan mee te doen, was namelijk dat er een grote Joodse lobby was die zei, wij gaan niet uitvoeren, omdat er één artikel was opgenomen waarin stond dat Israël veroordeeld werd over de houding ten aanzien van de Palestijnen. Op dat moment waren Zionisme is racisme. Dat kwam hard aan. Dat was een motie die aangenomen is in Durban. En die op zichzelf geen reden is om dan weer wat anders te saboteren. Maar dat kwam wel hard aan, ja. Precies. Dus dat zionistische verhaal, dat weet je, ik weet niet wat er in mensen gebeurt. Maar je moet altijd, wil je niet meedoen aan antisemitisme, luister naar het verhaal, kijk wie het doet en maak er niet een algemeen verhaal van. En dus ga je tot antisemitisme over, dan zijn er blijkbaar gevoelens die mensen hebben en die gevoelens worden heel makkelijk gevoed. En zo blijft iets doorgaan. En ik ben het Holocaust Museum geweest vorig jaar op mijn verjaardag, hele rare plek, hele rare, hè? Waarschijnlijk was ik toen ook depressief, maar goed. En ik was in die Holocaust en ik vond het indrukwekkend om te zien hoe eeuwenlang de Joden op een of andere manier steeds een positie van uitsluiting hadden. Maar ze steeds weer het moesten overwinnen. Dus als je me vraagt, hoe zit dat? Het is geen eenvoudige vraag. Ik kan er een aantal dingen over roepen. Maar wat we zien, is dat het geen kwestie is van het komt op of het neemt af. Het is er. En op een of andere manier moeten we ons daarvan zien los te trekken. Net zoals niemand mij moet vertellen dat racisme niet bestaat. Want dat zijn voor mij onzin dingen. Maar dat zijn mechanismen blijkbaar om iets te doen. En dat is misschien een ander moment. Prachtig verhaal. Je hebt het over die verhalen aan elkaar vertellen. Dat is een bijzonder project in Amsterdam, een paar jaar geleden gestart bij de Liberaal-Joodse gemeente, waarin mbo-scholieren vaak ook met een islamitische achtergrond of ook een christelijke achtergrond, maar ook vaak niet Nederlands, komen op bezoek. En daar wordt er eigenlijk verhalen verteld. Daar vertellen Joodse mensen over wat het is om Jood te zijn en hier in Nederland te wonen. En juist dat verhalen vertellen en de uitwisseling en de verschillen, maar ook de overeenkomsten, dat maakt meteen alles, alle antisemitisme die er bij wijze van zijn op dat moment weg. Alle voordelen verdwijnen heel snel dan. En de vraag is natuurlijk hoe duurzaam dat is. Maar dat is wel iets wat werkt, ja. Lijkt. Ik wou iets voorleggen aan Manno. Vertel. Manno doet iets in zijn dat verhaal wat begint met kamertemperatuur en het wordt dan een hele koortsige fantasie, maar het wordt een wraakfantasie. En dat is iets wat nooit, of wat ik bijna niet ken uit de Nederlandse literatuur en ook niet uit het Nederlands gevoel. Er is recent, korte tijd geleden, een vliegtuig met 200 Nederlanders en 100 andere passagiers uit de lucht geschoten. Er waren fantastische rouwrituelen. Maar niemand zei, die ellendelingen, die moeten we toch te pakken krijgen en hun gerechte straf. Er is dat gevoel van weerwraak, wat mijn vriendin zoete wraak noemt. Daar heeft ze ook wel eens aanleiding toe. Die, uh,
Dat idee, hè, dat dus de wraakfantasie is niet toegelaten in de Nederlandse verbeelding. Het heeft ook nauwelijks plaatsgevonden in vergelijking met andere landen na de bevrijding in 1945. En opeens hoor je een stem die zich verlustigt, want het is een verlustiging, in een fantastische wraakoefening. Die ook niet kan bestaan, dat is ook de veiligheid, het is onbestaanbaar. Hij schrijft niet, we moeten verdorie die en die omleggen. Nou, dat is mijn tweede boek. Dat komt nog. Maar het is in zekere zin, als je me toestaat, een commentaar op een bepaalde Nederlandse belevingswijze, waarin de wraak ontbreekt. En dit is natuurlijk ook weer een zijdelings commentaar op wat Glenn zegt, die het heeft gehad over vergiffenis. Laat ik er één kanttekening bij maken. Een beetje Grunberg-achtige kanttekening. Vergiffenis is ook machtsuitoefening. Ik kom erop terug. Nee. Nee, kijk, ik denk dat... Voor we het een groepsgesprek ook met de zaal erbij maken... was ik nog benieuwd, Glenn en Abraham, jullie werk elkaar volgens mij heel mooi overlapt en prikkelt. Hebben jullie nog een vraag voor elkaar? Ik wel aan Glenn, maar... Nou, graag. Ik ga iets zeggen tegen Glenn. Ja. En dat is, je bent met je vrienden op reis. En jullie ontmoeten een Palestijnse taxichauffeur en die vertelt iets wat jou treft. En waar ook heel pijnlijke punten, zeker voor Joodse vrienden, in zitten. En dan heb je het zo gedaan dat die mensen opeens je vrienden niet meer zijn. Maar dan heb je toch een bepaald soort fundamentele veiligheid niet weten in stand te houden. Heb ik dat niet in stand willen te houden? Ja. Waarom? Ik denk dat ik heel veel kan hebben aan kritiek op Israël. Ik heb trouwens erg veel kritiek op Israël. Als het zou komen uit een gevoel dat ik safe ben bij die persoon. En soms heb ik het gevoel, wacht eens even. Nu praat ik niet verder niet over jou, maar over mij. Hè? Dat moet heel duidelijk zijn. Soms heb ik het gevoel, wacht eens even, die ziet zijn kans schoon. Ik heb ooit een stuk geschreven, had de titel Anti-Israëlisch enthousiasme. En dat gaat over het belang van politieke kritiek op Israël, waar ik voor een groot deel achter sta. Maar ook van het enthousiasme waarmee dat soms gelanceerd wordt. Eindelijk, wat een opluchting, kunnen we de Joden flink de waarheid zeggen. Nou, ik zei, ik heb het niet over jou, maar ik had wel een vraag aan je. Wat is er gebeurd dat het einde van de vriendschap was? Ja, ja. Nou, het leuke is dat ik naar je luisterde. En als mijn oude ik ernaar zou luisteren, zou hebben, heb ik geen veiligheid veroorzaakt. Dat is mijn oude ik, hè? Ja. Maar dat mooie verhaal van verbinding, die zegt, nou, vertel me verder. Ja, ja, precies. Ja, dat is dan het verbinding. Ik hou mezelf rustig. Heerlijk. Ja, ja. En dan kom ik erachter dat je eigenlijk iets vertelt over jezelf. Ja, ja. Hè? Dat is dus eigenlijk wat er dan gebeurt. Ja, maar er ligt ook iets bij jou. Ja, en ik ga het vertellen. Hè? Ik ga het nu vertellen. Nou ja. Maar waarom? We zijn aan het praten. Dus ja, ja, we zijn aan het praten. Maar ik vind het fijn om... Gespannen moment. Ja, ja, precies. Maar ik vind het zo leuk om te merken dat je dan, op het moment dat ik doorvraag, dat het blijkt dat je dus blijkbaar de ervaring hebt, of zelf of anderen, dat anderen dan opeens ergens op inschieten en zeggen, nu heb ik je. Hè? Ja, ja. Nou, die ervaring had ik op dat moment totaal niet. Nee. Het was meer de verwondering voor mij dat je dan in Jeruzalem bent en dat het allemaal door elkaar liep. Hè? Ja. De Palestijnen en de Joden en dan, ja, ik heb ook niet via Dolorosa gelopen en dan ging ik ook naar de Olijfberg. En dan kom je net zoals je zegt van, goh, is dat de Olijfberg? Stel je dus vragen. Ja. Want dat was de relatie. Maar wat ik merkte is dat mijn vriendin met name, die, ik raakte iets. Ja. En mijn empathische ik probeerde daar natuurlijk iets mee te doen. Maar het is niet gelukt. Ja. Dus als je zegt, is het mij niet gelukt om hun veiligheid te geven, dan zeg ik, het effect van mijn gedrag op dat moment heeft er niet toe geleid dat zij mij vertrouwden. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat ik hun veiligheid moest creëren.
Die veiligheid creëren zij. Mm-hmm. En ik probeer met hun iets te delen. Maar als het effect van wat ik zeg op hun is dat ze zich niet meer veilig voelen, dan ben ik daar niet verantwoordelijk voor. Wat ik wel kan doen, is op dat moment kijken van, goh, kan ik er nog wat aan doen? Maar dat lukte niet meer. Mm-hmm. Het lukte niet meer om te zeggen van, goh, bij wijze van spreken, sorry of wat dan ook. Dat, mm-hmm. Daar was, voor was het te laat, want blijkbaar had ik dus te diep geraakt. Ja. En een van de dingen die bij de diep geraakt gebeuren, voor mij is dat altijd, als ik diep geraakt word, wat is er in mij dat zich zo diep laat raken, dat ik de verbinding met die andere afsluit? Ja. Want het is een verbinding die kapot gaat. Dus ik heb iets geraakt bij die ander, waar die andere zelf niet meer uit de voeten kwam. Dat was mijn idee. Mm-hmm. Mm-hmm. Zullen we naar de zaal gaan? Ja. Ik zag meteen een vinger omhoog. Inderdaad, ik heb een vraag voor meneer De Zwaan. En dat is, ik vind uw opmerking, vergiffenis is ook machtsuitoefening, heel intrigerend, maar ook een beetje de toon waarop u dat zegt. Proef ik daar iets in van... Ja, dat vergiffenis ook een soort van lekker puh is of zo? En hoe zit dat dan? Ik zei het was een Grunbergiaanse opmerking. Hè? Want het zou een prachtig slotzinnetje geweest zijn van een van die kleine vignetjes die hij elke dag zo briljant schrijft. Ja. Je moet... Kijk, vergiffenis is een prachtige geste. Die ook zeer wordt aangemoedigd in het christendom, in de hele christenheid. De laatste woorden van Jezus zijn vergeven, want zij weten niet wat ze doen. Trouwens, hele problematische, dat want is heel moeilijk. En zij weten niet wat ze doen, echt moeilijk. Maar het is dus helemaal centraal in het christendom. Het mag dus nooit een gratuite geste zijn. Je zou moeten zeggen... Voordat je iemand vergeeft, moet je wel weten wat je vergeeft. Het is niet van bababababa. Dus die vrouw zegt, jij bent mijn zoon. Die weet wat zoon betekent, want het was haar zoon die die vermoord had. Dus dat is niet gratuit. Een tweede is dat vergiffenis... Kijk, Heine schrijft ergens... Ja, als ik nou al mijn vijanden... voor mijn raam aan de hoogste boom zag hangen, dan had ik ze van harte vergeven. Dat is heel geestig, het is werkelijk heel geestig, want er zit nog een ander aspect aan. Vergiffenis door iemand die de macht heeft om je leed toe te brengen. Dus die zoals Heine's fantasie, want Manu en Heine zijn onze vraag, fantasten. die de macht heeft om bijvoorbeeld je aan... de galg te hangen en dan zegt, nee, dat wil ik niet, ik vergeef je, is een ander gebaar dan van de machteloze die zegt, ja, ik vergeef je, maar hij had eigenlijk niks anders kunnen doen. Dus ik heb, laat ik zeggen, aarzelingen of ik heb niet helemaal doorgrond nog wat er allemaal in die vergiffenis zit... maar dit zijn dingen waar je over verder zou kunnen proberen te denken. Dat bedoel ik. Goed. Ja, ik ben hier met de microfoon. Ja, ik wilde even iets vragen over die relatie tot jezelf, die je met jezelf onderhoudt. En ik vroeg me af van, hoe is dan de relatie met de verzorger of met de ouders? Want een kind ontwikkelt die relatie tot zichzelf toch altijd ook weer door de relatie... die hij met die verzorger heeft, bewust worden van jezelf. En dan zit daaraan vast voor mij de vraag van... welke rol ouders verder kunnen spelen inderdaad bij dat zelfgevoel. Ik hoorde twee voorbeelden. De ene keer van, je bent mooi, je bent zwart en je bent mooi, je bent een mooie jongen. En van meneer De Zwaan. Ik hoorde op school, alle Joden zijn rotmensen, maar dat kan toch niet. Ik ben Jood. En ja, ik ben geen rotmens, dat moet toch ergens komen. Dat zelfgevoel moet toch ook gevoed zijn, tot stand gekomen zijn door die ouders. En dan vraag ik me af, welke rol kunnen ouders nou verder ook spelen naar hun kinderen toe, zowel wat dat zelfgevoel betreft, maar ook ten aanzien van ieder ander in de wereld. Goed, duidelijk. En ik denk aan Glenn Helberg. Aan allebei. Goed. Eminence,
Ik bedoel je... voor mij ben je gewoon... ik heb eerbied voor jouw grijze haar. Ik kan daar wel een antwoord op geven. Ja. Heel graag, ja. Nou ja, ik moet je eens voorstellen. Ik ben opgegroeid in een familie in de pijp met 3 broers en 3 zussen. En in tegenstelling tot maestro daar werd ons niet gezegd dat wij mooi en leuk en belangrijk waren. Integendeel, er werd helemaal niks gezegd. En we moesten luisteren, we kregen wat toepak slaag en de buren wisten het beter. En de kennis, en we werden door de hele buurt opgevoed, weet je wel. Ik groeide op met ontzettend veel lage zelfvertrouwen. Net zoals vele leeftijdsgenoten met mij. Ik had gelukkig, godzijdank, een broer die mij meenam. Die 10 jaar ouder is dan ik. Die mij meenam buiten het pleintje om naar de stad, naar musea, naar bioscopen. En we glipten over het hek van het Mirandabad naar het zwembad, omdat we de kaartjes niet konden betalen. Maar hij liet mij andere delen van Amsterdam zien die mijn leeftijdsgenoten en mijn vriendjes niet zagen, omdat zij niet door hun broers werden meegenomen naar bepaalde plekken. Dus op die manier heb ik een soort van ontzettend goede band gecreëerd met mijn broer, die op een gegeven moment mijn vader en moeder tegelijk was. Dus als ik een tekening had gemaakt, dan ging ik niet naar mijn vader of moeder, ging ik naar mijn broer, want ik liet het aan hem zien en hij zei dat het mooi was en dan voelde ik me goed. En op een gegeven moment, toen werd ik 12 en toen moest ik naar de middelbare school. En toen ging ik me inschrijven op het hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam-Zuid. En op dat ogenblik, toen ik daar dus werd aangenomen, gebeurde iets tragisch. Namelijk mijn broer, die verdween 6 jaar, net zoals het VWO, duurt ook 6 jaar, die verdween 6 jaar de bak in. En op een gegeven moment had ik geen... iemand meer boven mij met wie ik kon sparren, met wie ik kon praten. Dus op een gegeven moment werd ik alleen gelaten. En toen moest ik het zelf maar zien te rooien. En toen heb ik geflirt met de straatcultuur en die klote buurthuisjes, waar al die antisemitisme en al die angst en woede en wraak, en waar dat allemaal gecreëerd werd. En op een gegeven moment, toen mijn broer terugkwam, toen had hij me weer in het gelid gebracht. En na de middelbare school, van mijn 19e tot mijn 22e, heb ik door Joris Luijendijk, die ik ooit op de Albert Cuypmarkt had aangesproken, heb ik eigenlijk al die tijd van mijn 19e tot mijn 22e nagedacht over het leven, over mezelf. En ik bracht al die nachten alleen door in mijn zolderkamertje in de pijp. En mijn leeftijdsgenoten die gingen doorstuderen. Of die gingen een jaartje naar Azië. Weet je, dat gebruikelijk gelul. Laos, Vietnam, Cambodja. Maar nee, ik werkte in een sushi-restaurant overdag. En 's avonds sloot ik hem op in mijn zolderkamer en ging ik echt op zoek naar wie ik nou echt was. En ik was wel moslim, maar heb ik ervoor gekozen om moslim te zijn? En moet ik nou die 80 profeten aanbidden, waar ik helemaal geen moer van af weet? En moet ik 5 dagen... En al die vragen stelde ik mezelf af. En op een gegeven moment ben ik ontzettend gegroeid in mijn bewustzijn over mezelf. En vanuit dat, vanuit mijn binnenste, heb ik mijn boek geschreven. En dat heeft me op een gegeven moment een hele mooie plek gebracht, zoals hier. Om terug te komen op de vraag, want ik lul te veel. Dat was de vraag nou precies. Het ging over de antwoord. Nee, maar wat belangrijk is het zelfvertrouwen dat je kind, of dat gekweekt wordt bij kinderen. Ik denk, ja, die jochies die gaan allemaal naar Syrië en die zoeken elkaar op straat. Omdat hun zelfbeeld zo fucking laag is. En het is sneu en verdrietig tegelijk. Maar ik heb erover geschreven, ik heb erover nagedacht. Hoe ga je dat uit hun systemen bannen? Ik denk, ja, het beleid, de overheid, ja, dat gaat moeilijk. Tenzij ze zichzelf ontdekken. Ja. En dat is echt, ja, doe dat maar. Nou, weet je wat je zegt, is heel mooi. Het is één ding. Als je zou vertellen dat je broer in de gevangenis zit, hebben mensen beelden over wat heeft hij gedaan,
Hij is crimineel. Maar waar je het over hebt, is liefde. En die thematieken behandel ik ook in mijn roman. Ik heb het over de grote thema's die de literatuur kent. Ik behandel wraak, liefde, vriendschap. Daar gaat mijn boek over. Ja. En ik denk dat iedere zichzelf respecterende kunstenaar, dat wij, zij denken, ontstijgt en mensen ziet, niet als Joden of moslims. En daarom vind ik mezelf ook geen moslim, want als ik mezelf moslim of weet ik veel wat zou vinden, ja, dat stopt me weer in een hokje en hij is Joods en zij is christen en die doet die gebruik. En ik wil die shit allemaal ontstijgen met alle respect. En ik wil elkaar zien als wat jij zei, dus daarom kon ik het helemaal vinden met één materie. Wij zijn allemaal één gedacht, maar dat gaat weer te ver. En ja, dus ik wil jullie even onderbreken. Eén laatste vraag Wat Simone, voordat we weer afronden, toch? Ja. Dag van Sarloos, hoe is het met je? Ik lees je stukken met heel veel nieuwsgierigheid. We komen echt tegen onze eindtijd aan. Wordt er helemaal we breiden gewoon een half uur aan. Maar daarover later meer. Ik voel me af, er werd op een gegeven moment gezegd, hè, nee komt voort uit dat persoonlijk contact. Dan wordt moorden opeens lastig. Maar een collectief kan een collectief niet in de ogen kijken. Misschien de eerste linie, maar daarna zie je eigenlijk al niet meer. Er wordt snel gesproken van systematisering van het kwaad. Zeker als het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Over het collectief, hoe snel je daar eigenlijk instapt en meestroomt. Is het ook mogelijk om een systematisering van het goede te bewerkstelligen? Dat is misschien een grote vraag, maar een groot panel hier, dus ja. Nou, ik zat op wat Manu zei. Dus ik neem de vraag op. Maar er zijn natuurlijk bewegingen die zoiets gedaan hebben. Laat ik zeggen, iemand als Martin Luther King en de beweging die hij achter zich heeft, die ging precies over zelfgevoel. En een heel belangrijk aspect was dat hij geweldloos was. In de marge ervan zaten ook gewelddadige groepen, zoals de Panthers. En ik denk zelf dat die ook nodig waren om de spanning te creëren waarin dan zo'n... Er zijn dus, vakbonden hebben zulke dingen, wat je noemt emancipatiebewegingen. Zulke bewegingen kunnen ook een verkeerde hoek inslaan, hè? Maar niet alles is helemaal individueel, niet alles gebeurt in de kleine vriendenkring. Stel je voor dat we een progressieve beweging in Nederland hadden en dat die contact zou weten te maken met de jongens waar jij het over hebt. Dan zou dat misschien een hele andere... Vergeet niet dat onze vakbeweging heeft eindeloos veel mensen uit hele achtergestelde milieus meegenomen, laten leren, studeren, wat ze vormingswerk noemden. Daar halen we nu allemaal onze schouders over op. Maar er bestaan collectieve emancipatiebewegingen. Of dat nou bewegingen tot het goede zijn, dat weet ik. Maar ze kunnen wel soms heel veel goed doen bij de mensen. Misschien dan ook de vraag daarop volgend of daaraan vastgekleefd of zoiets. Of het niet ook te maken heeft met de manier waarop we dus het kwaad of het goede uitleggen. Dus het goede is dan een individueel iets, hè, dat moment van nee, die individuele nee. Waar het kwaad altijd dus bijna dus als collectief wordt benaderd. Als een soort abstractie dan misschien wel. Maar... Mag ik proberen iets op te zeggen? Ik ben op dit moment een fan van Karen Armstrong. Mm-hmm. Want Karen Armstrong die geeft aan hoe eigenlijk het kwaad er is. En hoe vervolgens God iets is ontstaan, meebewoog om als empathisch iets ervoor te zorgen dat het kwaad minder zou worden. En als ik kijk naar de ontwikkeling van een kind, agressie begint eigenlijk met grenzen aan te geven. Hè? En een baby begint niet met lief te zijn. Een baby is lief op het moment dat het bevredigd is. Dus voor mij zie ik in de baby dat de baby zegt, ik heb dit nodig, ik heb honger, en dan moet je iets gaan doen. En vervolgens als je die baby bevredigt, dan wordt die baby rustig.
die baby's die altijd zo lief zijn, die jou vertederen met hun ogen, als ze die willen eten, slaan ze gewoon je hand weg. En je voelt in jezelf, nou dat wil ik niet. Oh ja, het is mijn kind, het is onschuldig. Dus die reactie van agressie op een of andere manier is die aanwezig. En ik vind het heel mooi om te zien dat die systematische beweging voor goedheid, vind ik eigenlijk dat godsdienst dat probeerde. Maar wat zien we in godsdienst? Dat godsdienst zelf weer agressie veroorzaakt door de verschillen. Dus op een of andere manier proberen we, denk ik, als mensen proberen we mens te worden. We willen dus die zogenaamde agressie die we in ons hebben, die moeten we leren kanaliseren. En het neemt soms vormen aan die we niet willen. Maar ik denk dat dat een van de dingen is van ons mens zijn, dat we dus daarmee te maken hebben met die kracht. En die kracht ook op een of andere manier geneutraliseerd moet worden. En dat is een begin om te praten over dat hele ingewikkelde verhaal waar Carl Armstrong een dikke boek over schrijft in naam van God. En ik vind het heel spannend. Jij kent haar, Annika? Nee. Heel spannend. En ze begint ook, dat is heel leuk vanuit mijn vak, hè, begint ze aan te geven hoe de menselijke evolutie is geweest. Want het eerste deel van onze hersenen was alleen maar gericht op, ik heb honger. En dan komen we langzamerhand in die hogere systemen, omdat we ervoor moesten zorgen dat we voor elkaar moesten gaan zorgen, dat empathie zou kunnen ontstaan. Dus je ziet in de ontwikkeling, in de evolutie, spreken we eigenlijk al over dat soort zaken. Maar eventjes voor nu. Goed. Is dat voldoende antwoord voor nu? Ja? Voor nu, hè? Ja, voor nu, want we zijn in onze tijd echt gekomen, maar we willen graag nog een drankje drinken aan de bar hier bij de Bali. Dus wij hopen dat jullie nog willen blijven, want misschien zijn er nog wat gesprekken die verder gevoerd moeten worden. U moet naar Eindhoven, goed. Dank u wel, een goede reis. We hebben nog één afsluiter. Ja, we hebben nog één afsluiter. We hebben nog één muzikale... Eén muzikale afsluiter. En van Rosa. En jij gaat vertellen wat die afsluiter ook is. En wij wensen u... Is het op die manier? Dan is dat het laatste wat er is geweest? Dat is het laatste. Gaan wij eerst afkondigen nu. Ja. Alvast hele fijne verdere avond. En hopelijk zien we u morgenavond bij een van de voorstellingen in heel Nederland. De flyers liggen op de stoelen met het Amsterdamse programma, maar er is nog ook heel veel in de rest van het land. En zullen we zeg maar onze gasten bedanken nadat Rosa haar lied, dan hebben we gewoon één goed eindapplaus voor Mano, Abraham, Glenn en Vita. En u? Wacht, ja. Daar gaan we, Rosa. Moorden, massaal geweld is ver.
dat zich verbiedt een lief te zijn. En toch die vraag, die maar blijft vragen. Hoe zal ik mij, als ik besef, wat op het grote spel staat, zelf gedragen? Heb ik dan lef? Dit is een lied dat zich verbiedt. Manon Boesemboer, Abraham de Zwaan, Glenn Helder, Rosa Asbeus, Sian Diu, Daan Spicht, Jan de Mosselman. De Bali. De Bali. Dank u wel.